Mi bico rebino, ali bilai so meni sorgulliden na insranan. No denta diu awa, e denti suizranan, pilla la llano man forbiti na pres pe umetan. So meni detip sai li prazeri, no mastridi come ni vuol tutt'acchi a sale quinti un nome archi come ni arizzale o a trague bussoso sa upandu ai mi stranan mi lovi son les idées ça, du ere no ben ya, y caso a ti de na pa mi vide, so para ver. Trobie me a la de, ma lo vide na a la sei, so lisa a vi na fili, fu lo vi, di dendra pe. Sai li prazeri tu no mastrivi o me ne vuol tutt'acchi a sale quinti un nome archi so me ne arizzale o a tratte bussoso sa o candu ai mi strana mi lobi denta più a wa e denti sui franan via la mia roma forbiti na pres pe un betan so me ni ne tip sai ni prazeri di un oma stribi o me ni vuol tutt'acchi a sale guidi un ome archi so me ni o atrapo e bussoso ai sa o candu ma mi strana mi lovi morgen vanuit Sweetie Paramaribo, zeer zonnig Paramaribo. Het is vandaag vrijdag 17 maart 2023. Mijn naam is Gloria Botsen met het programma Even na 9. Fijn dat u weer bent afgestemd op de radio, op de televisie en op Facebook Live. En ik groet ieder die zich nu ook aanmeldt. Gladys zie ik, Herman zie ik, Ann zie ik, Nel zie ik, Marianne heb ik gezien. Wie heb ik nog meer gezien? Eventjes groeten, want ze nemen ook de tijd om mij te groeten. Eudia. En Jeanette uit Tampa, Florida. En Gladys ook nog. Dank jullie wel. Goedemorgen. En ik ga het doen, hè, zoals Harry Jongloy het vroeger deed. En Herman, misschien moet ik het voor jou vertalen. Dat zegt Archimang in a foto. Abrawatra. Awanspe unde. Radio 9. E baru an Biggie Odi. Dat betekent luisteraars hier ter plekke of overzees. Wij groeten u. En namens Radio 9. Dat is een beetje vrij vertaald. En degene die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Hiep, piep, 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 piep. Als de bruine bonen klaar is, kom ik eraan. En ik namens Radio 9 kom ik u feliciteren. Maar wel in ruil van een portie bruine bonen. De mensen in de gevangenis, heel veel sterkte. En dat u het vervolg betere keuzes mag maken. De mensen in het ziekenhuis, speedy recovery. En ik weet dat er wat mensen zijn die slecht nieuws hebben, te horen hebben gekregen. Ja, dat is niet fijn. Dat is niet makkelijk. En toch, je moest wakker passie. En Abita, maar sterkte erbij. En de mensen die geliefden zijn kwijtgeraakt, ook aan u wensen wij heel veel sterkte. Ook om deze pijnlijke weg te bewandelen. Waar wij allemaal mee
ooit geconfronteerd zullen worden of zijn. Goed, we gaan het vandaag hebben over de wet opvanginstellingen. En ik wil vooraf nog even mijn regels, mijn spelregels, mijn huisregels even helder weer benoemen. Wij gaan op de inhoud reageren en niet op de man. Wat u van mij vindt is eigenlijk niet zo belangrijk. Wat u van Lucia vindt is niet zo belangrijk. En wat u van Cedric vindt is niet zo belangrijk. Want we gaan kijken wat we zeggen. Klopt dat? En wat moeten we gaan doen? Zero tolerance beleid weet u dat ik heb. En dat ga ik ook vandaag hebben. Dus moderators die staan standby. U reageert op de inhoud. U mag vragen stellen. Maar we gaan niet mensen uitschelden voor beest. Of voor wat. Ik bedoel volwassen mensen. Kom op. We moeten het beter doen. Dan gaat u vragen stellen, concreet. En dus we gaan op de inhoud reageren. Dat zo gezegd hebbende. De heer Cedric van Samsom is onderweg. Even wachten, was iets gevallen van mij? Ik mag het niet kwijtraken. Ja. En Lucia is al in de studio. Wij gaan het dus vandaag hebben over de wet opvanginstellingen. En we gaan ons beperken tot even tot de kinderthuizen en kinderdagverblijven. En oftewel crèches. De wet opvanginstellingen omvat natuurlijk veel meer. Onder andere bejaardentehuizen. Tehuizen met kinderen met een beperking. Wat nog meer mensen. Verslavingszorg denk ik ook. Is ook een opvanginstelling. Maar wij gaan het vandaag eventjes beperken tot die van de kinderen. Waarom? U weet, ik ben bijna al een jaar bezig om te praten over dit onderwerp. Waarvan ik heb gezegd, meerdere malen heb moeten constateren. Dat er vaak toch wel incompetente mensen zijn op de plekken. En dat ik vaak genoeg gezegd heb dat liefde alleen niet voldoende is. Er moet veel meer zijn dan alleen liefde. Met liefde kom je een heel eind. Maar ten aanzien van kinderen moet je toch een stukje kennis hebben en kunde. Dus, en daar gaan we het vandaag dus over hebben. Over hoe het gaat in die kinderdagverblijven. Wat de wet nou eigenlijk zegt. Want die wet is er aangenomen januari, 9 januari 2014 aangenomen. Dus die wet is er. En ik heb de heer Cedric van Samsom gebeld gisteren. Ik zeg van, ik heb u horen praten over dat het moet worden aangescherpt. Ik zeg, volgens mij hoeft het niet te worden aangescherpt. Volgens mij moet het gewoon te worden geïmplementeerd. Het moet worden, uitgevoerd worden. En u zegt dus, ik ben hier al een jaar mee bezig. Hij zei, nou wil ik best wel over praten. Dus ik heb hem uitgenodigd. En daar gaan we zo meteen ook over praten. Ik wil weten, wat weet hij over de wet? Natuurlijk, je kan niet alle wetten kennen. Wat weet ik over die wet? En we hebben aan de deskundige, Lucia, wat weet zij over de wet? Nogmaals. We gaan het puur hebben over de inhoud. We zijn hier niet om mensen onaangenaam te zijn. Maar we zijn ook helemaal niet hier om te sugarcoaten. We gaan niet recht praten wat krom is. Absoluut niet. Hoe u heet of welke partij u toebehoort. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon de zaken gewoon heel klinisch bekijken. En op grond van wat er in die wet staat. Die heb ik hier bij me. Dankjewel Lucia. Gaan we dus kijken wat er in die wet staat. Ik zal Lucia alvast in beeld brengen. Of gaan we wachten op Cedric? We gaan wachten op Cedric. Oké. Dus daar gaat het vandaag over. Even checken. Ik zie dat mensen hebben gereageerd. Ik zie Lilian ook. Ik zie Helia. En ik zie Eugenia. Dank jullie wel. Ook een goede morgen. Dus de spelregels zijn duidelijk. En mijn mensen staan klaar ook nogmaals. Want we weten, we hebben een zero tolerance beleid. En ik snap dat sommige zaken wat gevoelig liggen. Maar laten we het op de inhoud hebben en laten we ervoor zorgen. En dat doet in elk geval met class doen. Yes? Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Goedemorgen. Dat meneer Theo. Heel even hoor. Kijk, voordat je zo'n crash gaat openen, toch? En je weet, als je met kinderen omgaat, moet je psychologisch heel goed en pedagogisch goed in elkaar zitten. Zou het niet zo moeten zijn dat je zo'n psychologische test ondergaat? Want het kan zijn dat iemand die ergens in de jeugd getraumatiseerd is, of zij, hij of zij getraumatiseerd is, kan onmogelijk met kinderen omgaan. Ja. Oké, dank u wel, meneer Theo. En daar gaan we het over hebben. Meneer Theo heeft net erover gehad dat jij hem net niet ziet. Hij zegt, moet er voordat je niet gaat werken met kinderen een psychologische test vooraf gaan? Dat is inderdaad een test die je vooraf moet doen. Om te kunnen kijken in hoeverre ben je geschikt. Maar sowieso moet je ook de opleiding hebben gedaan. Je moet een beetje, nogmaals, een klein beetje kennis hebben. Was dat te luid? Heb je het een beetje kunnen regelen? Er zijn een van die twee knopjes moet je regelen. Minus heb ook een soort knop. Even zo trangen, dan moet je het. Nu kan je het natuurlijk niet horen, want pas als er gebeld wordt. Oh, okay. Ja, dus nogmaals,
de wet gaan we naar bekijken. Wat zegt die wet? En dan, de wet is nogmaals 9 januari aangenomen. 2014. Dat is dus bijna 10 jaar geleden. Zeg maar 9 jaar geleden is deze wet aangenomen. Dus je zou zeggen, nou, in het begin heb je kinderziektes. Hè? Je moet even kijken of werkt dat ding. Net zoals ik woensdag ben begonnen met het rondbrengen van kaas. Daar heb ik ook wat fouten gemaakt. Dan denk ik, oh ja, ik had liever die richting moeten pakken. Want noem je ombakken met wat, weet u. Dus ik ben niet zo handig geweest. Dus kinderziektes, dan ga je leren. Je gaat bijstellen, je gaat corrigeren. En je gaat of afdoen of bijdoen. Nou, die wet is heel helder. Ik ga alvast één ding voor u voorlezen. Waar ik met name mijn eerste vraag al had. Er staat, er moet op beschikking schriftelijke toestemming verleend zijn door de minister. Dus je moet een beschikking hebben. Dus dan is het leuk om na te gaan. Welke van deze kinderthuizen voldoen alvast aan deze ene regelwet in het artikel? Heeft u een beschikking? Nee? Oh, dan heeft u eigenlijk, mag u niet eens open zijn. artikel 2, dat is artikel 1 was het, dacht ik. Ja, artikel 2 zegt, de kwaliteitsstandaarden hebben tenminste betrekking op het aantal personeelleden die bekwaam en de geschiktheid van de exploitant en het overig personeel. Let wel. Bekwaamheid, geschiktheid. De ruimtelijke voorzieningen, dat betekent, hoe ziet uw ruimte eruit? Het systeem van registratie van de cliënten. De programma's voor stimulatie, let op. Verzorging, educatie en het daarbij te gebruiken materiaal. Heel helder. Tot nu toe denk ik toch. We hebben het over het aantal personeelsleden gehad. De bekwaamheid, de geschiktheid. De ruimtelijke voorzieningen. Systeem van registratie. Het programma voor stimulatie, verzorging, educatie. En het daarbij te gebruiken materiaal. De programma's voor participatie van het eigen milieu. Hygiëne en de bewaking van de gezondheid van de cliënten. De vrijheid van de cliënten. De veiligheidsaspecten van de opvang in de opvanginstelling, de bereikbaarheid van de opvanginstelling en de privacy van de cliënten. Dus artikel 2, 1 en artikel 2, lid A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Volgens mij is dat tot nu toe erg duidelijk wat er staat. Lucia, zullen wij toch hier over dit stukje praten? Dan ga ik je gelijk in beeld brengen. Dan schuift de heer Cedric van Samsom zo meteen aan. Goedemorgen, Lucia. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, dit is jouw camera. Goed. Ik heb net wat voorgelezen. Ik heb als eerste wat mij is opgevallen. Dat er staat, de minister geeft een beschikking. Dat betekent, hij geeft toestemming. Ik heb een officiële beschikking. En hebben we de kinderthuizen? Nee, dat zei ik vanaf het begin. Dat ik met je bezig ben. Even, je. Ik hoor je niet. Dat is raar. Nog een keer zeg wat. Ja, heb je het helemaal uitgedaan of zo? Goedemorgen. Nou, dan moet ik even mijn technicus gaan halen. Ja, ik hoor jou niet. Ja, dat is heel... Check even de andere microfoon anders. Goedemorgen. Yes. Goedemorgen, oké. Dan moet ik check ook even die andere van me, want dan kan Cedric zo meteen. Oh, daar zit hij. Dan kan ik het gelijk controleren. Goedemorgen. Ja. Oké, dan gaan we deze even opschuiven. Zo. Exactly. Thank you. Hallo, even vooraf moeten doen. Zie je? Je leert, je bent nooit oud om te leren. Heb ik geleerd. Volgende keer check even de microfoons. Ja. Lucia, ik heb dus net voorgelezen. Nogmaals welkom. Fijn dat je even tijd hebt vrijgemaakt. Ik heb net even gelezen. De beschikking moet de minister moet geven, een beschikking. En? Goedemorgen, kijkers en luisteraars. Ik zie dat de heer Cedric van Samsom aankomt. Dus dan kan hij gelijk... Komt u maar binnen. Okay. Ik heb vanaf mijn loopbaancarrière Doe je microfoon een beetje omhoog. In kinderdagverblijven, mm-hmm. Dus wetopvanginstellingen, heb ik gezien dat daar eigenlijk een hiaat was, een tekortkoming. En toen heb ik dan met toestemming van alle mensen, en ik heb hun toestemming, 80 kinderdagverblijven bezocht. Waarom ik kinderdagverblijven gedaan heb? Omdat dat mijn expertise is. Daarin ben ik gespecialiseerd. Dus ik heb
Goedemorgen, heer Cedric. Schuift u maar aan. Fijn dat dus, u even bent. U kunt de microfoon naar u toe trekken, hoor. Ja, yes. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook de luisteraars een groet. Geert. En dan was mijn Frans Kulk en de keer interroperen. Maar ik mag doorgaan. Ja. Okay. Ja. Dus ik heb dan vanaf 2017 heb ik onderzoek gedaan op 80 crash- en peuterscholen, als het niet meer is. En al die vragen die jij stelt, heb ik met nee beantwoord. Dus volgens de... We hebben een boekje voor je daar. Jawel. Ja. En volgens die wet staat er in het eerste gedeelte dat de schriftelijke toestemming verleend wordt door de minister. Jij hebt bij 80 crash- en peuterscholen een onderzoek gedaan. En die 80 hadden geen beschikking? Geen beschikking. Oké, dus dat is nummer 1. Van geen enkele minister, nog de vorige, nog deze. Geen beschikking. Deze wet is vanaf 2014 aangenomen, hè? Dus 9 jaar geleden. En het onderzoek is gedaan 2017, 2018. Oké. Door mij persoonlijk. Ja. Die wet ken ik niet in zijn geheel. En we gaan het beperken tot kinderdagverblijven. Omdat je natuurlijk ook ouderenzorg eronder valt. Maar we gaan het nu tot die kinderdagverblijven hebben. Met name wat er de laatste tijden gebeurt. Jij en ik hebben al een jaar zijn we bezig hierover te praten. In het artikel 2 staat er het aantal personeelsleden. De bekwaamheid en de geschiktheid. Er staat echter niet bij in deze. Of... wat er moet zijn ten aanzien van opleiding. Dan gaan we kijken naar zeg maar de standaarden. Maar dit is precies dus dat heel veel dingen zijn weer terug te vinden in de standaarden. In de standaardenlijst? De standaarden. Waar zitten die dan? Heb je mij die? ECD staan. Early Childhood Development Standards. Ja. Oké, okay, dus daar staat het aan op welke opleiding je sowieso moet hebben gedaan. Ja, dus, Want kijk, waarom ik dit wil doen is om we gaan puur naar die wet kijken. Ja. Even gewoon de inhoud bespreken. En in het kijken van... voldoet het nu al en waarin, want ik heb, ik mag jou zeggen toch hè? Ja, tuurlijk. Ik heb jou benaderd omdat ik zeg van ja, ik heb je horen zeggen in het parlement moet aangescherpt worden. En ik vroeg me eens af, moeten we niet eerst gaan kijken of de huidige wet al in uitvoering is gebracht, wordt nageleefd voordat je gaat praten over aanscherping. En daarom, als ik in mag komen, ja. En precies daarom heb ik mijn formulering zo voorzichtig mogelijk gedaan om te vragen. Want de mensen die de ontwikkelingen in Suriname volgen en we zijn door de kleiner wordende wereld door internet, volgen veel meer mensen ons. Cedric, je moet een beetje meer naar die kant, want dan zie je niet in beeld. Dankjewel, wie zegt dat nou tegen mij? Janny, dankjewel, Cedric. Dus door de kleiner wordende wereld door internet, hebben wij eigenlijk veel meer mensen die naar ons kijken en die zich afvragen van, maar ben je nou lid van Samsung? Hoe is dit mogelijk? Waarom is er geen wetgeving? Toch waarom? En als volksvertegenwoordiger krijg je dat dan direct op je dak. Toch? Ik heb veel mensen, doordat we een grote populatie van Surinamers in Nederland hebben, heb ik vaker mensen die mij van daaruit bellen en zeggen, maar meneer Van Samsung, er bestaat zoiets als een vier ogen principe. Hoe komt het dat is er wel wetgeving? Is er... En daarom heb ik die vraag heel voorzichtig gesteld van, is het dat het aan wetgeving ontbreekt? Is het misschien die controle op die wetgeving? Of moet die wetgeving worden aangescherpt? Omdat, kijk, alles staat en valt met wetgeving. Elk handelen moet gebaseerd zijn op een wet. Als ik nu hier binnen wil komen vallen en zeggen van het gaat niet goed, moet ik kunnen aantonen op basis van communicatieregels van je mag geen blauwe shirt of dit, dan moet ik het kunnen aantonen. Je kan niet met willekeur zeggen van hey, dit kan niet of jij bent nors tegen dat kind. Nee, er moet een bepaalde mate van, net zoals u aangaf, standaard zijn die je gaat hanteren. Mm-hmm. En dat moet dan ook, net zoals de wet daarnaar verwijst, maar dan moet je het ook implementeren. En indien het in de uitvoering misschien blijkt dat het wat mazen heeft, dat het dan misschien zou moeten worden aangescherpt. Mm-hmm. Want heel voorzichtig, tentatief sprak ik met iemand die wet een beetje kent. En toen zei die persoon, maar voor mij, meneer Van Samsung, is er volgens mij een stukje daar dat de mensen zich bij KKF moeten gaan inschrijven. En daarna komt die... Dus ik dacht van, wauw, als dat werkelijk zo is, dan is er een grote maas in die wet. Omdat, waarom ga je eerst inschrijven en daarna moet ik komen controleren als je voldoet? In principe, als je niet voldoet, mag je je niet inschrijven. En dat heb ik dus toen ook gezegd. Zou je dat niet moeten veranderen? Dus je gaat pas bij KKF, wanneer ik de toestemming heb van het ministerie van Sociale Zaken, dat ik voldoe aan al die eisen. En dan pas, dat is iets dat veranderd moet worden. KKF moet gewoon, dus daar moet die poortwachter zijn. Precies. Die functie van, nee mevrouw, u heeft geen toestemming, ze kunnen u niet inschrijven. Mm-hmm. Maar even terug te komen op het vier ogen systeem, het beleid. Dat is, kijk, zoals wij nu hier hebben, hè? Ik kan nu naar buiten kijken, ik zie wat er daar gebeurt, ik kan daar zien. Dat is inderdaad zo, dat je dus wat meer zicht hebt op wat er gebeurt binnen het tehuis. Dat je een babyfoon bijvoorbeeld hebt, dat de andere volwassenen met elkaar werkt.
Maar dat zijn eigenlijk dingen die later erbij komen. Je moet eerst beginnen aan je fundament. Ja, precies. En het fundament, durf ik te stellen, is er op papier. Maar in de uitvoering, daar gaat het helemaal mis. Want nu kan iedereen, ik zeg het een beetje oneerbiedig, iedere boeboe met sorry, bij wijze van spreken. Is dat wat woord, je jongen? Is dat wat woord? Boeboe met sorry. Ja, ja. Dat wordt lang. Ja. Maar mijn oma denken. Ja, precies. Ik kan ook. Enough. Je bent zo aan. Nee, maar dat zou dit zijn. Oh, ja, klopt. Oude uitspraak. Ik ben bijna 63, dus vandaar. Maar goed. Dus als je zegt van, iedereen kan gaan en zich inschrijven en dan dingen beginnen. Ja. Zonder dat je kijkt, dat je gaat kijken, zijn de competenties aanwezig. En dan kunnen we natuurlijk niet eigen verzinsel maken. We hebben het in de wet vastgelegd. En dan zien we, alleen als we gaan praten, Cedric, over ruimtelijke orde, voorzieningen. Als we alleen maar daar gaan stilstaan, dan kan ik je vertellen, van mij kunnen we meer dan de helft sluiten. Lucia? Nou, ik heb onderzoek gedaan in heel veel kinderdagverblijven. En mijn rapporten waren ook niet fraai. Want zoals de wet opvanginstellingen dat hier poneert, is dat er heel veel dingen niet in orde zijn. Maar wat hebben de mensen door de jaren heen gedaan? En dan moest poerdes maar bereden naar de anu. Dus we kijken dan door de vingers met dit soort dingen. Oké, dus dan zeg jij, als dat het geval is, we willen mensen niet broodeloos maken. Dan zou je dus kunnen zeggen als overheid, dan gaan wij een training aanbieden. Maar dan gaan we ervoor zorgen dat je die competentie dan krijgt. Dat zou moeten gebeuren achteraf. Maar er zijn een aantal zaken waar je niet aan kan... voorbij kan gaan? Nee. Zoals? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf grensgelijk aan een drukke straat. Waar de ouders op straat moeten parkeren om de kinderen te brengen. Ik heb een rapport geschreven om dat af te wijzen. En een crash bestaat nog. En als je in de ochtend gaat aan de Keizerstraat, dan staan de mensen daar in een rij waar de kinderen in en uit moeten. En dat kan niet. Dat gebouw is niet geschikt. Misschien van binnen wel. Maar zoals de wet dat eigenlijk voorschrijft, is dat je ook daarnaar moet kijken. En dan zou de controle in principe eerst zijn moeten gegaan om te zeggen van, nee mevrouw, u bent een hele goede dame, we vinden u heel aardig, maar u gaat een andere plek moeten zoeken, dan komt u weer bij ons terug. Maar natuurlijk is het eerst omgekeerd gebeurd, eerst KKF met KKF-nummer en gestart en achteraf komt ze melden en dan hoor je maar uno campura voorover in hem, met alle gevolgen van dien. Ja. En dat Tjepoorti verhaal, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, dat Tjepoorti verhaal van we kunnen kampoers maar breden naar de anu, dat is een beetje een Surinaams probleem. En dat maakt dat je regelgeving soms in dit land moeilijk aan kan passen of kan handhaven, omdat die Tjepoorti mentaliteit. Hetzelfde merk ik in een heleboel andere wetgevingsproducten, zolang het erop aan gaat komen dat die wet directe consequenties gaat hebben voor mensen. Is het direct, ja, we kunnen mensen niet broodeloos maken. Maar je bent er niet om het brood te verdienen. Je bent er eerst om te werken. En als en indien je niet voldoet aan die gestelde voorwaarden om het werk te kunnen doen, want we praten hier over ons meest kostbaar goed. Ja, kinderen. Helemaal. Dus hoe kunnen we het inkomen van iemand prioriteit stellen boven het wel en welzijn van onze kinderen. Dus daar zie je al dat er in onze Surinaamse mentaliteit een fout is. Ja. Toch? Want kijk, wanneer die dingen gebeuren, dan is het een week druk op Facebook. Ja. En men praat dan niet over die regelgeving. Men praat niet over die controleinstituten. Men valt die personen aan en dan wordt het die hele gemeene, natuurlijk die emotie. Ja, ja. Maar dat lost niets op. Mm-mm. Kijk, toevallig in het laatste geval van Zapakara-straat, ik zal niet zeggen, ik ken die persoon, maar ik weet toevallig om wie het ging. En ik volg hoe iemand dicht bij die persoon de zaak in de media brengt. En ik ga bombelen, ik ga laten zien, ik ga dit brengen, ik ga dit. En ik heb toen eenvoudig maar gevraagd, heeft u gekeken wie had moeten controleren? Heeft die instantie zijn werk gedaan? En ik werd van onder en boven uitgescholden. Ja, je weet niet wat er... Ik zei, dat is het niet. Je hebt het nu over dit geval. Maar waarom proberen we niet te voorkomen dat er nog meerdere gevallen... Preventief te werk gaan. En jammer genoeg, door die emotionele benadering, wachten we weer op het volgende geval. Dat om dan weer onze geld te spuwen. En dan zijn we na een weekje weer rustig. En dan is waarschijnlijk een kindje dood, wat ik dus niet mag hopen. Als we gaan, kijk, wat ik heb gemerkt in de 2 jaar dat ik hier ben in Suriname, dat wij, het is waarschijnlijk een algemeen ding, maar ik ga het even op Suriname houden, niet zo gauw onze verantwoordelijkheid nemen. Wat we doen is, na trauma doing, atrauma moest binnen, anomie mentaliteit. Ja.
De verantwoordelijken worden nooit betrokken. Ik heb overigens gebeld of geappt naar de minister van Sociale Zaken. Ik heb geen reactie gekregen. Ik heb de minister van Jespol vorige week een bericht gestuurd. Hij heeft het gelezen en niet gereageerd. Ik heb ook gezegd, Cedric, ik ga namen noemen omdat we moeten stoppen met sugarcoaten. Ja. Ik ga niemand recht praten wat krom is, welke partij je ook bent. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan vanuit, wat vind ik, ethiek, normen en waarden werken. Ik heb mevrouw Bron benaderd van Buvas. Ze zegt, ik kom erop, doet een duimpje ook zo, betekent dat, gaat u bij mij komen. Bedankt, fijne dag. Voor de rest niks. Ik noem de namen bewust. Gisteren heb ik twee mensen benaderd, de OD van Sociale Zaken, mevrouw Berggraaf en meneer Broes van Bureau Rechten voor Kinderen. Ja. En beide gaven me aan, morgen ben ik niet beschikbaar. Ik heb gevraagd, kan ik u telefonisch, want ik hoor wederhoor. Ja, hoor wederhoor. Oké. Okay. Zij zegt, ik ga u nader berichten. Dus heb ik, nee, ze zegt, morgen kom mij niet uit. Mijn volgende vraag dan is, aangezien je het zelf niet aangeeft, wanneer schikt het u dan wel? Naderhand. Ik wilde weten, wat is naderhand? Ik ben lastig met Nederlands. Of naderhand, na wat? Maar goed, die twee mensen heb ik bereikt. Ze konden vandaag niet. Ik durf te stellen, Cedric, zo ver ga ik. En dan, ik heb het ook regelmatig gezegd. If na lemele, karsko to Jimmy. Ik zeg, Cedric, dat er in heel veel gevallen incompetente mensen zijn op posities. Ik kom zelf uit de jeugdhulpverlening. Ik ben naar verschillende tehuizen geweest. Het is om te huilen. En dan gaan we terug naar de verantwoordelijke. De minister van Sociale Zaken 1 is hoofdverantwoordelijk. Dat betekent dat hij moet het op toezien, hij of zij, wie dat is, maakt dus niet uit, dat die wet wordt nageleefd, dat er controle is en handhaving is. Die moeten ervoor zorgen dat zijn mensen die moeten controleren ook equipped zijn om te controleren, dat ze ook die wet kennen. We zien, ik heb nog steeds niks gehoord van de minister van Sociale Zaken, een verklaring ten aanzien van deze gevallen, nog van Jespol. Dus kijk, ten aanzien daarvan, u gaf aan dat de mensen equipped moeten zijn. En ik schrok toen ik gisteren in de sportschool was en iemand naar me toe kwam en zei, meneer Van Samson, u bent morgen in het programma met mevrouw Gloria. Ik zeg, ja. Maar weet u dat de mensen soms geen vervoer hebben? Ik zeg, wat zegt u? Ja, dat, ja, misschien de maatschappelijk werksters, het kan dat ze geen vervoer hebben om naar de dag in de dagverblijven te gaan, om die crèches te gaan controleren. Ik zeg, oké, okay, dus laten we gewoon hier terwijl we praten erover, laten we gewoon even erover brainstormen. Dus stel dat ik een van die controleurs ben die erop toe moet zien dat die controle plaatsvindt, toch? Oké, okay, dat is mijn taak. Ja. En op een of andere manier is er geen vervoer voor mij ter beschikking op het ministerie. Maar ik pak elke dag wel een bus naar het ministerie en ik zit daar. Ik kan dat even goed ook gewoon een dag een bus pakken naar één kinderverblijf, mijn werk daar doen, controleren en gewoon weer naar huis gaan. De volgende dag, volgend kinderverblijf, gewoon weer naar huis gaan. Want je werkplek is niet het ministerie. Je werkplek is toezien, dat is je werk. Dus dat argument van er is geen vervoer, het gaat voor mij niet op. Omdat in principe, dan kan je gewoon duidelijk aangeven van kijk, aan jouw diensthoofd, jouw supervisor van kijk, ik was er maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag. Woensdag niet. Ik heb die rapportages gedaan van deze crash en deze crash, omdat ik ben geweest op die dagen, omdat er hier geen vervoer was. Ben ik dan rechtstreeks naar daar gegaan en teruggekomen naar mijn huis. Bam, dit zijn die rapportages. Deze moet je sluiten en deze voldoet nog. Dan heb je toch je werk gedaan. Maar zet ik van zelfs, daar ben ik thuis gezet. Hallo. Maar is wat ik net heb aangegeven. Toch? Omdat ik dit doe. Wat jij precies nu schetst, daarom zit ik thuis, hè? Ja, Okay, dan. Dus ik heb ervoor gezorgd bij Sociale Zaken dat er vervoer kwam door meneer Hoasjo van de brandweer. We gingen zeker 2 tot 3 keer naar de verschillende. Misschien in 1 dag namen we 3, 4 kinderen. Mevrouw Vungawing citeer, ik ben nog in leven. Ja. Dus maar het is mooi wat u allemaal schetst. Ja. Het is heel innovatief waar u allemaal nu mee bezig bent. Ik hang het helemaal aan. Dan gaat er beleid moeten komen op het ministerie om te kijken van weet je wat. Want je moet sowieso met 2 mensen gaan. Ja, precies. Dus dan ga je met elkaar moeten kijken in 1 buurt van hey, hoe kunnen we dan tenminste 2 of 3. Wat is helemaal goed. Mm-hmm. Maar dan moet er beleid komen. En behalve dat er beleid moet komen, wat mevrouw Gloria zei. Er moeten competente mensen daar zitten en mensen die hun werk kennen. Behalve dat de mensen hun werk kennen. Meneer Cedric van Samson. Toen ik ben begonnen in 2017 bij Sociale Zaken. Zat ik daar. Ik heb mijn telefoon vanuit huis meegenomen. Ik heb mijn laptop vanuit huis meegenomen. Ik heb mijn printmachine vanuit huis meegenomen. Ik heb alles alleen, anders zou ik niet kunnen werken. Ik ben niet een vrouw die ergens gaat zitten en niet werken.
En ik heb mijn werk correct gedaan. Maar wanneer jij je werk correct doet, ben jij een zogenaamde... Ready moest doen. Ja. Wat doe je weer? Je werkt weer. En wat doe je? Terwijl ik altijd heb gezegd, we zijn medestanders. We gaan het werk doen. Vandaag de dag, meneer Cedric van Samson, heb ik de naam goed uitgesproken. Ja. Zit het werk... Cedric, het werk op zijn gat. Niemand daar die werkt. Het werk zit gewoon stil. Er is ruzie onderling. En mevrouw Berggraaf, die daar de leidinggevende is, is incompetent om het werk te doen. Dan kunnen jullie me ook weer sluiten. Ja, luister nou. Maar kijk, wat Cedric, wat je hebt aangegeven net, is exactly staafje wat ik net daarvoor had gezegd. Die verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Men zegt, we hebben geen vervoer. Precies. Maar dat hebben we het over nu. Wij praten over deze wet van 2014. Dit speelt niet nu. Nee, dat is waar. Dus wat is er toen gebeurd? Wat heeft men toen gedaan? Dan zou die controle toen in 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Waarom is het toen ook niet gedaan? Dus kijk, precies daarom. En daarom heb ik bij mijn vragen stellen in DNA het zo voorzichtig geformuleerd om niemand als deze goede mevrouw tegen te trappen. Omdat, kijk, wanneer je kijkt naar de ontwikkelingen, dan ga je als leek ervan uit van, Mikado, is er geen wetgeving? Okay. Zijn er geen mensen? Sanasan, omdat het treft die samenleving. Te Assan Sakba, dat schokt het. Top. En daar belt iedereen je van. Maar meneer Van Samson, wat gebeurt er daar? Wat doen jullie? Jullie doen niets. Maar zoals je het nu hoort, dan zie je dat er wel een wettelijk kader is. Dat misschien ook net zoals u zegt moet worden aangescherpt. Maar als je incompetente mensen hebt, het spreekwoord is, goed gereedschap is half werk. En om een mens in dit geval als gereedschap te zetten. De leidinggevende is belangrijk. Als de persoon die de leiding geeft. Okay, okay. Want vandaar dat spreekwoord. If wolves are led by a lion, they will all behave like lions. Ja. But if lions are led by wolves, they will behave like wolves. Dus het is, en daar komt het gevoelig stukje. Wanneer ga je iemand zijn competentie meten? Wat ga je daarvoor gebruiken? En ook een ander ding, welke maatregelen ga je treffen tegen die persoon? Zolang ik een maatregel ga treffen tegen mevrouw Gloria, omdat ik vind dat mevrouw Gloria haar werk niet doet, dan krijg ik in het parlement te horen dat ik bezig ben met politieke koppensnellerij. Ik mag mevrouw Gloria niet, omdat ze Javaan is, Hindustaan is. Er worden zoveel argumenten soms opgeworpen om iemand te behouden. En wat frappant is, mensen die hun werk wel doen, die zijn die hinderlijke mensen. Weet je waarom? Als je op een afdeling met, ja, u mag lachen, u bent hinderlijk. Als je met 14 mensen op een afdeling bent en jij alleen je werk doet, leg je een druk op de rest. En dan komt het toch. Maar ja, vrouw, is afvast. Wij gaan 2 uur weg en ze is nog hier, is 3:30. Eigenlijk net pa'aba precies. Okay, dan. En precies dat is wat ik ervaar als ik bepaalde dingen ook doe als DNA-lid. Als ik mijn naslagwerk doe, als ik bel naar bepaalde plekken. U bent geen aanspreekpunt van. Ik zeg, hallo, ik ben volksvertegenwoordiger. Ik moet weten wat er daar gebeurt. Ja, we gaan u morgen bellen hoor. En ik val gewoon morgen binnen, bram. Nee, ik zeg, sta hier voor de deur. Maar je zegt, ik net pa'abja. Nee, maar die mensen bellen jou niet, ze bellen mij. Ja, en maar goed, wat ik belangrijk vind, Cedric, en dan ga ik dus op die politieke sfeer, want alles is politiek in Suriname helaas. We zijn zo verziekt, onze hele mind is verziekt. We plaatsen mensen op posities omdat ze vrienden zijn en familie zijn, of wat ze politieke loyalisten zijn. Ook de VHP doet dat, de NPS, de NDP, standaard. Iedereen heeft het gedaan. Mm-hmm. 47 jaar lang zijn we gewoon een verziekte maatschappij hebben we gecreëerd. Mm. En ik zeg ook, die burger is verantwoordelijk, want die kiest. Dus precies. Ik vind, dan moeten we niet piepen, Nyama Bitano. Mm-hmm. Ga beter kiezen. Echter vind ik wat ik mis, wat ik al zei van het begin, de verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Ik hoor niemand zeggen, wij hebben inderdaad dit gemist. Bijvoorbeeld meneer Mbouva, meneer Permisser. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet, was je hier voor deze ook in het parlement? Nee. Mm-hmm. Meneer Yogi, meneer Aziz Gayadin. Mm-hmm. Wat hebben jullie toen gedaan? Mm-hmm. Is die wet nageleefd? Want dan kan u nu allemaal praten, maar ik kan u bijna niet meer serieus nemen. Nee, maar precies, maar kijk, dat bedoel ik, kan ze niet meer serieus precies, nemen. Precies, daar schort, daar is het probleem. Kijk, mijn collega, u noemde Yogi, is één die dit vaak heeft gezegd. En ik begreep het een tijdje niet. En dan ga ik kijken, wat is werkelijk zo? We kunnen wetten aannemen in DNA, maar het land wordt bestuurd door ambtenaren. Die wet is aangenomen in 2014, dus DNA heeft zijn werk gedaan. Waar ontbreekt het aan? En het zoals die goede mevrouw hier aangeeft, de competenties van de mensen in de leiding om die aansturing te geven aan de departementen. En dat,
Want dan kan je nog zoveel wetgeving maken. Er is ook wetgeving die zegt je mag niet met een houttruck over die brug. Hoeveel zijn al gedonderd naar beneden? Kan je mij als DNA daarvoor verantwoordelijk houden? Nee, die controle door die ambtenaar. En toen ik vroeg laas, moeten we geen sancties zetten op het niet naleven van controle? Toen belde iemand me, ja, van Samson, je doet altijd moeilijk, die mensen weten dat ze hun werk moeten doen. Ja. Hallo? Nee, weeg gedragsverandering. Komt dat door sancties? En consequenties voor gedrag. Als er geen consequenties zijn op verkeerd handelen, is er geen reden om het uit je eigen te doen. Dus we moeten ophouden om... Ik noem maar gewoon een simpel voorbeeld. Ik ben initiatiefnemer samen met nog twee andere DNA-leden voor de wet aanpassing van personeelswet. Die eigenlijk direct moet gaan naar No Work No Pay artikel 28. Ik ben het helemaal eens. En men vecht er tegen. Ik ben het helemaal eens. Men vecht er tegen. Waarom vecht men er tegen? Omdat mijn collega's van mij dragen aan, ja, je moet mensen niet dwingen, we zijn niet in de slaventijd. Ja, ik zeg maar. Meneer Hooghart houdt van dat woord. We gaan elkaar even laten. Ik stel mezelf van. Ik begrijp u heel goed, hoor, mevrouw, omdat ik het ook. Ik ervaar het ook zelf zo. We krijgen een telefoontje. Het is handig als jullie je headset opdoen en dan kun je eventueel vragen. Ik heb net even mijn spelregels duidelijk gemaakt. We gaan niet schelden, we gaan op de inhoud en we gaan niet op de man. U wordt anders gelijk geblokkeerd of anders gelijk eruit. Gegooid. Met Gloria, goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen, dat meneer Theo. Meneer ja. Theo, welkom, zegt ja. u maar. Ten eerste wilde ik meneer Van Samson de uitspraak doen, pak je bus, die mensen moeten hun busgeld betalen, gaan dan doen ze dat werk. Maar, een manager is om te faciliteren. Je kan niet gaan eisen dat die persoon zijn busgeld moet beginnen. Het is dus wat meneer Van Samson nu moet doen, aan jullie zeggen, ik ga er werk van maken dat die mensen vervoer krijgen. Dat had ik verwacht dat hij zou zeggen. Want hij is nu is hij parlementariër. Ja. Dus het zou beter zijn als hij gezegd had, ik ga nu zorgen voor vervoer. En wat men zegt, bijvoorbeeld, een goede manager. Als iemand zijn of haar werk niet goed doet, wat is de taak van de manager? Je gaat die persoon corrigeren, schorsen, en als het niet lukt, sorry. Ja. Dat kan ik je niet gebruiken. Dan moet je weg. Dank u. Dank u wel, meneer Theo. Ik bedank alvast meneer Theo voor zijn opmerking. Maar ik wil het heel duidelijk benadrukken. Meneer Theo, het werk van iemand die moet controleren, is niet op het ministerie. Dus ook al neem je die bus naar het werk, wat je met jouw busgeld zou doen, want je moet dan naar het werk komen, toch? Je zou toch één bus pakken naar het werk? En wanneer van het werk gaat, weer één bus pakken, toch? Wel, net zo, meneer Theo. Het werk van die persoon is om te controleren. Dus ik heb er niets aan als jij als controleur van zo'n een belangrijk instelling eigenlijk je erop gaat beroepen van er is geen vervoer, maar je neemt wel correct de bus naar het werk om te komen tekenen en je zit. Dan zeg ik, natuurlijk meneer Theo, u heeft een punt om te stellen van er moet vervoer zijn, maar kunnen we ons dan blind staren om te blijven zeggen er is geen vervoer? Want ik heb wel veel meegemaakt bij de overheid, bij controle op bepaalde plekken, waarbij mensen maar gewoon zeggen van meneer Van Samson, de rustige keren, want als dat dan naar Oenoeloos en Poeren, want hier die maar wat noem rij uit. Met accent, het zijn dingen die gebeuren. Binnen de ambtenaar wordt de voertuigen bewust onklaar gemaakt om het werk niet te doen. Ja. Je schrikt soms hoeveel controleapparaten wordt aangeschaft vanuit het buitenland, en het wordt ook bewust onklaar gemaakt om het werk niet te doen. Dus meneer Theo, ik heb dit als argument opgeworpen voor het feit dat we ook morgen auto's kunnen hebben. En stel je voor morgen iemand die auto's ook saboteert, dan gaat u me ook zeggen, we moeten weer andere auto's hebben. Ik zeg geen dingen zomaar, meneer Theo. Ik heb heel veel onderzocht. En doordat ik man van de straat ben, ken ik veel mensen die me ook gewoon zeggen van, hé, zo wat je bij de man Sierra radiator, je hebt die batterie. Ik dacht, ga je, nou, en dan vraag je bij de afdeling, hoor je werkelijk, die auto rijdt niet. Maar er was wel een auto. Dus dan vraag je af, moeten we ons dan beroepen daarop van, er is geen vervoer, dus ik ga niet controleren. Ik heb van dat punt uit een andere optiek daarin bekeken van kijk, mijn werk als controleur zou dus dan zijn dat ik naar die instelling moet gaan. Ik zou mijn diensthoofd, supervisor of superieur gewoon melden van kijk, vandaag ben ik niet op kantoor. Vandaag kom ik niet op kantoor. Ik pak vandaag de bus naar die plek en wanneer ik daar ben, ga ik daar mijn reportage doen. Ik ga daar mijn verslag maken en omdat het tegen zo'n tijd gaat zijn, ga ik dan gewoon direct naar huis en dan kom ik morgen met mijn reportage erover, met mijn verslag erover. Dus ik heb een
optie aangeboden. Omdat ik ben niet iemand die zich blind start op wat niet kan. Ik denk out of the box. Als dit niet kan, wat is optie B? Optie C? Natuurlijk is het het beste als je aan het werk komt. En het zoals mevrouw Lucia aangeeft, dat je met z'n tweede naartoe moet gaan. Maar net zo, als je in dienst bent genomen en u heeft gewerkt, background, toch? Uw CV is eentje die ondersteunt dat je dat werk kunt doen om die controle te hebben op kinderthuizen. Dan kunt u met uw collega afstemmen. Ik kom van Bloemendaal, ik pak een bus naar daar. Jij komt van daar, ontmoeten we elkaar daar. We doen ons werk samen. En dan gaan we op morgen samen naar huis. Dus ik begrijp wat meneer Theo zegt, maar het mag, dat mag geen argument zijn om je werk niet te doen. Mag ik daarin ingaan? Omdat ik dat werk gedaan heb, jaren. Er zijn protocollen, er is beleid. Dus het zou niet zo makkelijk gaan om te zeggen van gaat van huis. Behalve als de leidinggevende daar innovatief op wil inspelen en de medewerkers ook daarin tegemoet komt en in op een of andere manier compenseert. Want dat had ik toen ook voorgesteld. Snap maar je hoe wat doe ik je bedoel? Compenseren? Want op een gegeven moment kan je, je zou eigenlijk moeten kijken welke kinderdagverblijf is er nog niet geweest en je zou daarop moeten inspelen. Als je van één punt naar één een kinderdagverblijf vertrekt, kan het goed lopen. Maar als je meerdere op een dag, dan gaat het ook weer in de busgeld of in je benzinegeld. Want dat hadden we ook voorgesteld om de eigen vervoer in te zetten. Ja, maar dat is ook niet geweest. Ja. Nee. Dus en we hebben meerdere malen bekeken van hoe kunnen we toch, ondanks het precaire is, want het is al een tijdje zo, dat we toch nog, toen heb ik de brandweer bereid gekregen om mee te gaan, zeker 2 keer in de week en gingen we zeker 3-4 plekken. En dat heeft de hele djugo gebracht met een ellebogenwerk en zo. Vandaag de dag zit ik thuis, ik ben nog in leven, meneer Hoasso is er, hij weet het, mevrouw Brown van de voormalige directrice van controleteam, die weet het ook. Meneer Wils weet het ook. Maar het is uiteindelijk jammer genoeg uit elkaar gespat. En we zitten nu op zero. Nu gaat niemand meer. U heeft net een opmerking gemaakt. En waarom zijn de mensen nog niet gaan controleren, vragen de mensen. Want u bent parlementariër. Mevrouw Vungawing is wel geweest 2 maart om een controle bij Sapakara-straat te doen. En ik heb een heel rapport geschreven, heel verslag. En ik heb ook mijn bevindingen gedaan. En mijn collega's die daar zitten, die betaald worden en ik vrijwillig, die zijn nog steeds niet geweest. Wat praten we over? En dat heeft dus, ben ik met je eens, wat praten we over? Maar hij is volksvertegenwoordiger, hij hoort daar die dingen aan te kaarten. Ik ga terug naar die wet. Die wet zegt heel veel. En wat jij net zegt, jij hebt dus die controle gedaan bij Sapakara. Je hebt je bevindingen geschreven. Sociale zaken, die dat zouden moeten doen, die zijn nog steeds niet geweest. Is de tent... Ik heb ondertussen gehoord van mensen dat ze niet meer opereren. Dus dat heb ik gehoord. Maar vanuit officiële, zeg maar, autoriteiten, dat daar ontzegd wordt, dat is... kan ik met stelligheid zeggen dat dat niet gebeurd is. En ik ben zeer verbaasd over de uitspraak van de heer Broes. Sorry meneer Broes. Een beetje disrespectvol, maar ik ben even vergeten. Mm-hmm. Die zegt dan, de tehuis stond nergens ingeschreven. Het bestaat in principe ook niet, dus wij konden ook niet controleren. Wederom zeg ik, dan zou het diezelfde dag dichtgespijkerd moeten worden. Oké, dat is wat ik... Wanneer heb ik dat sorry gezegd? Heb ik hetzelfde gezegd wat meneer sorry Cedric nu zegt? Maar wat sorry zeg ik, dus Cedric? Heb ik geen reden om nog te gaan zeggen, Chipporti, die vrouw moet er geld. Want we kunnen onze kinderen niet als optie zien. We kunnen kinderen ons niet als bijverdiensten zien. Of een money-making business. Ik ga daarmee niet akkoord. Meneer Cedric, wat heb ik net gezegd? De verantwoordelijkheid schuiven we altijd af. Ik heb nog geen één, echt waar, niet gehoord. Niet in de SLM-tory, niet in Caravesta-tory, niet in voor dat ding, naschoolse opvang. Niemand neemt verantwoordelijkheid en we gaan van de ene ellende, ene misère, ene drama naar de andere. En deze wet is er. U als parlementariër maakt dus daar de wetten. Deze wet is gemaakt voordat u daar lid van was van het parlement. U kunt op basis van deze wet hele lastige vragen stellen. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele kritische vragen stellen aan de minister van Sociale Zaken, die per direct zou moeten optreden. We zouden nu alle tehuizen zouden gewoon gecontroleerd moeten worden op basis alleen maar van deze wet.
ruimtelijke voorzieningen. Ik ben geweest met mevrouw Lucia een paar keer naar kinderdagverblijven, Cedric. Waar je kinderen de hele dag in een maxicoosje zitten. Een cementenvloer is. Geen bedje is. Wat ik u ga vertellen. Geen bedje is. En dit soort dingen gaan maar door. En ik snap, want ik sprak ook met mensen die zeggen, ja, wij hebben, mensen hebben geen geld. Dus ze kunnen niet naar een duurdere bedrijf, zeg maar, om te gaan. Maar dan zeg ik, aangezien die overheid dat weet, we zitten nou eenmaal in een jam. Maar ik wil herhalen, hè. Dit speelt niet nu. Ja, dit is niet van 2 jaar, niet van 3 jaar, niet onder Santokki, niet alleen maar onder Boutersen. Het speelt al jaren. En jaren hebben wij, zeg ik, verzaakt om goed werk af te leveren. Ik ben een gelovige. God haat onrecht. En wat er nu gebeurt is onrecht op zoveel terrein. En niemand is verantwoordelijk. En of niemand neemt verantwoordelijkheid. Ik kreeg weer een telefoontje. Met Gloria, goedemorgen. Iemand zegt, ik ben helemaal eens met meneer Van Samson. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek tot de heer Siano. Dag meneer Siano, welkom. Zegt u het maar. Ik wil eigenlijk reageren op hetgeen daar gezegd wordt in de studio. Ja. Mevrouw Lucia heeft gelijk. Toch? En het is iets wat bij elk ministerie meemaken. Zodra je je werk doet, of zodra je kritisch bent, word je thuisgezet. Of dan begint men te kijken naar hoeveel verlofdagen heb je zodat je je verlof kan opnemen. En dan word je gedwongen om je verlof op te nemen, zodat je daar buiten beeld wordt gezet of buiten beeld bent. Uh-huh. We moeten ophouden met mensen, het is een hossel. Ja, klopt. Want dat is alles van ons in Suriname. Ja. Het is een hossel. Ja. Toch? Maar hetgeen wat we zetten, wat ik wil aangeven is van, er worden geen targets gesteld. Toch? We hebben mensen op een positie, oké, dan zit hij. Die wil hem niet broederloos maken, hij is daar geaccommodeerd, of hij of zij is daar geaccommodeerd. Ja. Maar er worden geen targets gesteld voor die persoon. Nee. Toch? Ik ga het zeggen, maakt mij niet uit. We zitten op een afdeling, of op een onderdirectoraat, toch? En het onderdirectoraat kan geen wijken accommoderen. Waarom niet? Omdat ze aangeven van er zijn geen mensen. Worden er mensen aangetrokken, dan zitten die mensen dan een half jaar. En na een half jaar gaat men dan nadenken van, hoe moeten die mensen opleiden, want die mensen hebben geen papieren. Dat wil zeggen van dat er geen target gesteld is van welke mensen binnenkomen, wanneer worden ze ingezet, wanneer gaan we ze inzetten. Dus u zegt, ik ga even onderbreken gezien de tijd, sorry hoor, maar u zegt dus er moeten targets gesteld worden, dat ontbreekt. Er is ook weer sprake van als je werk goed wil doen, zoals de heer Cedric aangaf en Lucia, wanneer je werk goed wil doen, word je als lastig gezien en dan moet je thuis, word je thuis gezet. Het gebeurt nu, het gebeurt dat toen. Dat is het beleid van 70 jaar. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Mag ik hier op reageren? Ja, natuurlijk. Klopt inderdaad wat die meneer zegt, maar ik heb me niet laten klein krijgen. Ik ben gewoon door gaan werken thuis en ik heb het werk van sociale zaken particulier gedaan. Ja, ga je gaan. Sorry, ga je gaan. Ja, je mag opnemen. Sorry. Ja, maar ik wil nog even zeggen, net zoals het geval met de Esther Stichting, nog steeds zit er een mevrouw daar en niemand treedt op. Met Gloria, goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen mevrouw Gloria, meneer Samson en mevrouw daar. Lucia. De heer Nihora, ja mevrouw Lucia, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ik wil aangeven, en ik blijf het zeggen, dat wij verplicht zijn om na te leven waar wij rekenschap moeten verschaffen. En waar wij de plaatsing innemen. Ik ga nu gelijk timmeren naar de DNA. Sorry hoor meneer Samson, niet iedereen daar. Van de sleep halen. Maar u hebt een heleboel brandhout daar. Die nu weten waarvoor ze daar zitten. Ze zitten als volksvertegenwoordiger. Wetgeversorgaan. Zijn wetten die nageleefd moeten worden. En daar moet toezien. Om te timmeren zegt. Hey president. Jouw regering doet fouten daar. Herstel het. U roept ze op. En u dient iedereen te controleren. U bent de taakstellende persoon van de samenleving. Uh-huh. U dient daar de dingen recht te trekken. Je toch?
Ja. Dat is je taak. En wanneer je corrigeert het optreedt, dan denk ik dat de hiërarchie ook daaraan gaat moeten werken, omdat de controles scherp zijn. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Cedric van Samson, hij zegt, hij zit, daar zitten collega's van u zijn brandhout. Ik heb het ook vaak gezegd, hier politieke partijen hebben een, wat mij betreft een morele verplichting om goed te screenen wie op de kandidatenlijst plaat. Elke boeboe met sorry bij wijze van spreken. Moet ook als naar bakken. Ga je. Ik ga nog mijn zin even afmaken. Ik ben thuisgezet, maar ik ben door blijven werken. Ja. Vandaar dat ik alle documentatie heb. En ik zeg met volmondig, met een hele grote mond, die wet is uitvoerbaar. Ja. Want alles wat in die wet staat, heeft mevrouw Vungeling met meer dan 35 kinderdag verblijven. Eén keer in de maand. Lara Roeks zijn we bijeengekomen, hebben we die wet uitgeplozen. En ik heb particulier, zeg maar, thuis zitten, maar toch op de verschillende dagverblijven ben ik zelf persoonlijk met mijn eigen vervoer, mijn eigen benzine gegaan om ervoor te zorgen dragen dat de implementatie wel gedaan wordt. Want u kunt de wet hebben, maar het wordt niet makkelijk gemaakt als de mensen dat niet kunnen uitvoeren of niet weten hoe ze dat moeten uitvoeren. Dus als je deskundigheid niet, de begeleiding niet hebt om de mensen te begeleiden om die wet uit te voeren, dan lezen ze het en vaak genoeg, jammer genoeg, heel veel is misgegaan omdat de mensen zelf die, zeg maar, de crashhouders en de crashlijsters, die hebben natuurlijk uit liefde een kinderdagverblijf vaak genoeg geopend. Liefde alleen is niet voldoende, zeg. Maar de scholing en om dat heel goed uit te voeren, dat ontbrak. Want wat zegt de wet opvanginstellingen ook, is dat de overheid verplicht is in artikel 2, als ik me niet vergis, om een programma te geven aan de kinderen, aan de zowel voor startende. Heb ik het goed? Ja. De programma's voor stimulatie, verzorging. Oh ja, ik heb het uit het hoofd. Ik heb het goed. Ja, toch? Kun je het niet verliezen? Het programma's voor stimulatie, verzorging, educatie en het daarbij te gebruiken materiaal. Bedoel je dat? Ja. Dus de overheid is bij startende ondernemers, zowel ook als bij ondernemers die er al zijn, verplicht om de mensen te begeleiden. En dat is nooit gebeurd, meneer Cedric. Ik ben heel blij dat ik zit met iemand die heel veel naslagwerk gedaan heeft. Waardoor het in de diepte beter tot zijn recht komt. Kijk, net zoals het hier is vervat, hè? Programma's voor stimulans, verzorging, educatie. Omdat het is geen hossel. Je bent niet bezig met antroastine of baksteen. Je bent bezig met kleine mensen. Ja. Hun ontwikkeling begint vanaf dat moment. Ja. Educatief speelgoed hebben. Kinderen bezig kunnen houden. Wat leer je dat kind? Hoe test je de competenties van een kind op heel jonge leeftijd? Hoe bereid je dat kind voor op het onderwijs? Dus dat zijn al die dingen die al hier vervat zijn in die wet. En precies dit heb ik ook gevraagd aan de minister. Kunnen we een overzicht krijgen van het aantal kinderthuizen en opvangthuizen dat er nu is? Want aan de hand van dat antwoord dat die minister me gaat moeten geven dinsdag, dan komen die andere vragen. Ik heb deze vragen in het prullenbegin heel voorzichtig gesteld om alle ruimte te laten voor iedereen om zijn werk te doen. Want ik heb ook mijn naslagwerk gedaan. En ik ben heel dankbaar dat mevrouw Lucia het hier ook zo goed uitlegt. Zodat mensen begrijpen dat die handvaten er altijd al waren. En dat, net zoals mevrouw Lucia het heeft gedaan, dat als die wil er is om het werk te doen, dat je het gaat doen. Ik Abafiri van Rokko je Abafiri doen. Toch? Ja. In Abafiri, behalve dat in Abafiri een arbeidsdiscipline in een kondres ranang. Hij ontbreekt van, want if je een arbeidsdiscipline toe, meneer Cedric. Dat is lijden en last. We hebben een telefoontje weer. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Met meneer Kiel-Ive. Ik wil even iets zeggen aan meneer Samson. Hij gaat direct met me eens zijn. Mag ik? Ja. Kan ik praten? Ja. Ja. Meneer Samson, wat u nu gaat doen voor ons, alles wat u gehoord heeft, gaat u aanpakken. Ja. U hoort zo zijn opdracht. Heeft u dat gehoord? Dank u wel, meneer Theo. Ja, daarom heb ik hem een opdracht gegeven. Ik verwacht niet anders van een volksvertegenwoordiger. Dat ook al eens zijn minister, of de minister van zijn partij of van zijn coalitie. Nee, u maakt een grote fout. Mooi zo. Nee, ik ben daar opzettelijk. Nee, ik ben kwam biggie fout op. Ik ben niet accent genoeg. Ik ben kwam biggie fout op. Waarom? Omdat, kijk, Asan anomati mati body body.
Ons doen dat we controleren je. Daarom zitten we apart. Je moet kijken waar die analyden zitten, waar ministers zitten. Ten alle tijden moeten wij controleren, want het volk doet zijn beklag bij ons. Het volk komt met voorstellen bij ons. Het volk geeft ideeën. Wij moeten kijken hoe dat werkt in het beleid dat die minister uitvoert. En het moment dat dat gebeurt, op een manier waarop het niet correspondeert met wat het volk verwacht, if we say a people wani, if we say ne wuroko gisernang, dat is na wigado. Of vaak de minister voor mij egi, partij is er even naar mikas doen wat tet a tet. Met dat normaal actie je openbaar omdat in pikimi dapen mi wa luku je feciteer dat ik wat afvallig moest verstaan hoe versta je abing. Ik heb daarom die vragen gesteld en die minister moet met antwoorden komen. Daarom heb ik ook gevraagd, ontbreekt het aan personeel? Ja toch? Want als ik dan hoor van de minister, bijvoorbeeld dinsdag, dat er op die afdeling 20 mensen, 30 mensen of 200 mensen zijn. Dan moet er toch wel wat gebeuren. Ja. En kijk, het is zo dat wij in dit land met die en met onze eigen mentaliteit. Dan hebben we dingen meestal gewoon gelaten. We praten er even over. Klopt. Maar kan het dan wel liba zijn. Barcelona en Madrid opleiden. Dus over Gitikba. Isabi. Er gebeurt iets interessants op Facebook met Rasta. Dus we zijn vergeten. Maar het moment we dingen aan gaan pakken. En kijk, dat van die vier ogen principe. Ik ga eventjes kort daarover praten. Toen die persoon uit Nederland dat onder mijn aandacht bracht, vroeg ik van, maar hoe zit dat? En toen stuurde die persoon me het heel verhaal van meneer, zeker meneer Robert B., die in een kinderdagverblijf x aantal kinderen had misbruikt. Mm-hmm. Sinds toen heeft men door dat voorval gelijk wetgeving aangescherpt. 2013. 2013 was dat, om te voorkomen dat zoiets weer zou kunnen gebeuren. Ja. Terwijl wij hier, Wagi Ereinak, bromfietsers, wagi erenak, voetgangers. Er gebeuren zoveel dingen waarbij we niet gaan onderzoeken van, maar hé, wat moeten wij doen om in het vervolg dit, het gebeurt, we praten er even over, huiselijk geweld zelfde, we praten er even over, en dan bakken dat hij de atoriek ba. Dus we verzamelen geen data. Los daarvan, we handelen niet op basis van die data. Is die data er? Al is die data er? Data, hè? Maar we handelen niet. Ik, mag ik even vier ogen principe? Heel kort, zodat de mensen begrijpen waar het over gaat, hoor. Er zijn verschillende voorbeelden in de praktijk voor de vier ogen principe. Zoals bijvoorbeeld een babyfoon in de slaapkamer, inzet van extra groephulp of stagiaires, overtollige mankracht, meneer Cedric, overtollige mankracht van die bijvoorbeeld overheidskantoren. Vanuit bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, maar dat is iets uit Nederland, hè. Aan het eind van de middag zijn er vaak minder kinderen op het kinderdagverblijf personeel, wat op dit moment niet nodig is. Dus dat, daar zou je aan maar kunnen gaan doen. Glazen wanden, gebruiken van spiegels in hoeken, echt die spiegels waardoor je mensen kunnen zien wat er gebeurt. Open aangrenzende ruimtes, doorkijkgaten en deuren in de muur. Ik ga u zeggen, meneer Van Sam, u gaat vallen hier op die stoel. Er zijn een aantal, houdt u zich vast. Er zijn een aantal mensen die dit soort dingen gedaan hebben. Na een tijdje komen zijn de camera's doorgeknipt. Door de momentje hoor, ik kreeg weer een telefoontje. Goedemorgen met Gloria, met live in de uitzending. Goedemorgen mevrouw Gloria met Brit. Hey, hoe gaat het met u? Hey, goeie, kom maar. Welkom, zegt u het maar. Een programma via Spang. Ook een goedemorgen aan uw gasten hoor. Goedemorgen. Mister Cedric, een vraag aan u. U zit al bij kansen, telkens door de 3 jaar hier in het parlement. Het controlerend orgaan van de staat. De vraag van mij aan u is, bent u bekend met een standaard welke inhoud de Code of Ethical Conduct authorized and promoted by the state? Dat is de vraag. En het gaat erom, ik wil even aanvullen voor het probleem dat wordt aangekaart. Normering van conduct. Eerste normering. Commitment to public interest. Tweede normering. Professionalism. Welke omschreven is performing the duty with the highest degree of excellence. Dus als er geen standaard ontwikkeld is voor Suriname door de staat en het parlement zit daar en kijkt ernaar, dan wees een gebreken. Dat is
Ik hoor het hierbij. Dank u wel. Meneer Cedric gaat erop antwoorden. Ja. Code of conduct eigenlijk, hè? Ja, dus ik begrijp helemaal waar die man het over heeft. En het is eigenlijk eisen stellen aan wat je wil qua uitvoering. Wat je targets zijn. Waar wil je komen? Toch, want je hebt die manpower, je gaat investeren met materiaal. Maar wat is je code waarmee je werkt? Wat zijn je eisen? En precies daar, kijk, het begint al simpelweg met no work, no pay. Omdat als je niet komt werken, ik je niet ga betalen. Daar moet het alvast beginnen, zodat je komt om te werken. Want je bent er, en dan kan ik je inzetten. En dan kan ik eisen stellen aan wat ik wil van jou. Ik kan je standaarden geven. En ik kan je de wetgeving laten bestuderen. En ervoor zorgen dat je equipped bent. Die knowledge hebt om je werk te kunnen doen. Maar je moet eerst op het werk zijn. Het is nu zo dat je bij wijze van spreken. Bijna die huidige wetgeving heeft zoveel mazen. Dat je. Ik heb gisteren een geval gehad van een mevrouw die ergens werkt. En al bijna 32 maanden nog niet één volle maand heeft gewerkt, omdat ze elke keer met attesten komt. Maar ze wordt betaald. Gewoon, ze wordt betaald. Dus je vraagt je dan af, welke code of conduct gaan we daar hanteren als je niet eens op het werk aanwezig bent? Ja. En die huidige wetgeving heeft zoveel mazen dat je steeds kan manoeuvreren ertussen. Dus ik begrijp die goede meneer. En hij moet ook kijken welke DNA-leden vechten tegen verandering wanneer je bepaalde fundamentele dingen aan wil pakken. Wanneer je die personeelswet bijvoorbeeld wil gaan aanpakken. Als je alleen daar wil beginnen, klopt, dan zie je hoeveel, bijna heb ik gezegd, awari dominis, hoeveel mensen daar zijn die weten dat hij moet veranderen, maar niet willen. Maar puur vanuit politieke overwegingen, omdat, kijk, elke partij heeft spookambtenaren. En het probleem is, die spookambtenaar is dan vrij om partijwerk te doen. Maar als ik die spookambtenaar plaats bij sociale zaken, en ik geef hem een functie als controleur, of hij wordt zodanig aangesteld zonder die competenties, en dan denkt hij van, ik zit dan gewoon thuis. Het momentje die wet brengt naar No Work No Pay, moet hij zich komen aanmelden. Moet hij die trainingen volgen, toch? Maar hij moet die trainingen volgen, en hij moet zijn werk gaan doen. Ja. Dan kan hij geen partijwerk meer doen. En de vrees bestaat dan voor alle partijen die niet in een coalitie zitten, dat ze geen mensen gaan hebben om hun werk te doen. Ja, en kijk, en daar is dus die, ik zeg altijd, we moeten streven naar excellence, maar we zijn tevreden met mediocrity. En ook dat is iets wat we moeten, en ik wil terugkomen op die wet, want daar ging het over. Ja. Ik heb daarvoor meneer Cedric uitgenodigd. Ik ga even het telefoontje aannemen. Ja. Goedemorgen, met Gloria, je bent live in de uitzending. Dag mevrouw Gloria, dag meneer Cedric van Samson. Dank u. Ja, ik heb over iets nagedacht. Hè. Kijkt u... Met wie spreek ik? Ik ken uw stem. Met Marco. Met Marco, welkom. Ja. Kijkt u, keer op keer moeten we de beerput ledigen en puin opruimen. Hè. Dat is wel bekend, ja. Denk ik. Ja. Ik denk van, kijk, er zijn een aantal politieke partijen die tegen de IMF zijn. En NDP is een van ze, BEP is ook, PALU, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat meneer Van Samson meer over dit kan zeggen. U weet, bij de vorige regering, NDP-regering, hadden ze ook 85 miljoen US dollar geleend bij de IMF. Ik ga u even onderbreken, Marco. Ja. Gaat het over de opvanginstelling, want anders gaan we een hele andere route op. En dat, ik moet toch eventjes de lijn even in de gaten houden. Ik wil toch even hierover praten. Nee, maar we gaan over de wet van opvanginstellingen, daar praten we over. Gaat u daar iets over zeggen? Nee, op dit ogenblik, maar dit... Nee, en dan ga ik u helaas moeten onderbreken. Laten we de andere keer doen, meneer Marco. Ja, helaas. Ja, want anders gaan we een andere route gaan we... En dan belt iedereen daarvoor A en B. Sorry, meneer Marco, no offense, maar ik moet wel die lijn aanhouden. Terug te komen op de wet van opvanginstellingen. Ik stel, het functioneert niet. Ben je daarmee eens? Nee, het is niet die wet. Als die wet, zoals mevrouw Lucia aangeeft, als de wet uitvoerbaar is, dan moeten we gaan kijken in de uitvoering waaraan het ontbreekt. Ontbreekt het aan deskundig opgeleid kader? Toch? Ontbreekt het aan mensen die dedication hebben om het werk belangrijk te doen? Toch? Want dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Ja. Want als je bijvoorbeeld
lantaarnlichten moet gaan installeren op 5 meter hoogte en je hoogtevries hebt. Dat is een no-roko. Dat is een hele mooie voorbeeld. Dat is een no-roko. Want ik bedoel, kijk, je moet ook een hart hebben voor kinderen. Helemaal. Als je na bent, als je voegakbaar bijvoorbeeld voor je Egyptien. Dan kan ik je toch niet instellen als. Want je hebt het gewoon, je hebt het gevoel niet. Nou, ook al heb je die opleiding, maar in de loopbouw ook. Je voegt bijna, je bent. Moet je samen met mijn ogen dat je barbarie met mijn ogen. Dus terug te komen, inderdaad, die wet is er, is uitvoerbaar. Maar het ligt dus aan die handhaving, aan de uitvoering daarvan en mensen die invulling moeten geven. Ja, goed zo. En ook de training die daar inherent moet zijn om het werk goed te doen. Want ik heb 6-7 jaar handhaving gedaan in Nederland, beëdigd handhaver. Oh my god. Dus kan je voorstellen. We gaan even nog een telefoontje aannemen. Okay. Gloria, goedemorgen. Hey, mag uw geluid wat zachter? Ja, goedemorgen mevrouw Gloria. Spreek met Daisy. Dag meneer Daisy, welkom. Zegt u het maar. Ja. Nou, ik ben oneens met de bewering die de verantwoordelijkheid legt bij de medewerkers. Oké. Okay. Mijn vraag is. Wat is de rol van de directeur en de minister op het ministerie? Zij zijn de hoogste autoriteit op het ministerie. En als ik het woord autoriteit definieer, dan is dat de toestand dat mensen naar je luisteren door je positie en je kwaliteiten. Yes, helemaal. En dan vind ik vertrekpunt totaal verkeerd dat we de accent gaan leggen bij de medewerker. Die moet de bus gaan pakken. Waar zij is de minister voor om te eisen dat die mensen hun taakstelling uitvoeren. Ja, dus u zegt we moeten teruggaan naar de minister, de directeur, de onderdirecteur die daar eigenlijk die autoriteit moet gaan hebben, gaan uitstralen en ook gaan uitvoeren. Zij zijn de autoriteit, mevrouw Gloria. Ja. Oké, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Daisy. Ja. Yes. En daarom heb ik die vragen niet gesteld aan die medewerkers. Dus meneer Daisy, als u me goed heeft gevolgd in DNA, ik heb die vragen niet gesteld aan de medewerkers, ik heb de vraag gesteld aan de minister. Omdat hij is de eindverantwoordelijke. Ik ben verder gegaan, omdat een minister doet het werk niet zelfs. Er zijn werkarmen van de minister. En net zoals mevrouw Lisha naast mij hier zit, die ook een van de werkarmen is geweest, die haar werk correct gedaan heeft, dan kan ik niet zeggen dat we dat stukje over moeten slaan. Omdat als de helft van het personeel, als mevrouw Lucia was, dan was er meer druk op die minister om zijn werk anders te doen. Maar als everybody een kickback houding wil aannemen van, er is geen vervoer, er is dit niet, er is geen papier. Het hangt niet af van de medewerkers, natuurlijk wat die meneer zegt. De leidinggevende, die moet daar heel stevig en sterk zijn, een sterke autoriteit, om te gaan kijken. Maar als jij bijvoorbeeld als leidinggevende een heel andere richting hebt en geen affiniteit hebt met deze doelgroep, dan gaat u ook niet begrijpen hoe u uw werk moet gaan inzetten om een goede verdeling te maken. Want wat heb je nu op die afdeling? Heel veel ruzie, heel veel backbiting, heel veel problemen die er zijn, vandaar dat het niet werkt. Voordat we klaar zijn, heb ik in 2020 de wet helemaal uitgespit. En het was op 20 januari 2020. En daar heb ik dit aan Misikaba overgedragen. Die heeft er ook niets meer gedaan, maar ik ga mijn nekjes blijven. Hij was de voormalige minister. Ja, maar het was het jaar van de verkiezingen. Ja, goed. Een hele goede, waar er manco's zijn, waar het moet worden bijgeschaafd, wat u daar zegt, ga ik het straks in dit klein stukje voorlezen, zodat de kijkers en dat u het ook begrijpt, hoe dit eigenlijk werkt. Er zijn een aantal dingen inderdaad, wat aangescherpt moeten worden. En ik heb het helemaal een beetje uitgeschreven. En daarom mevrouw Lucia en ook meneer Daisy die net belde, daarom heb ik deze vragen gesteld aan de minister. Hij is de hoofdverantwoordelijke. Hij is de aanspreek, de inaherman. Hij is de hele meneer die daarover antwoord moet geven. En ik heb daarom gevraagd, ontbreekt het aan personeel? Ontbreekt het aan logistiek? Wat is het probleem eigenlijk? Waardoor in zijn beantwoording hij direct moet kunnen aangeven wat hij tekort komt. En als er middelen moeten worden. Hij heeft nu de ruimte om te gaan onderzoeken. Als hij middelen tekort komt, dan moet hij dat maar vragen via het kabinet van de president. Eenmaal de middelen daar gealloceerd zijn voor andere zaken. Dan moet dat maar gebeuren. Er zijn twee bussen via een organisatie gekregen, Minokarning. Die bussen staan daar. Die minister vindt dat die bussen niet gaan worden ingezet. Want er moet eerst een ceremonie komen op televisie voordat die bussen worden. En die bussen staan een aantal maanden daar. En die bussen worden niet ingezet. Even meneer, ik kan namen noemen. En dan krijg je dit weer.
dat die bussen vanuit een organisatie zijn gedoneerd. Mm-hmm. En hij zegt, zolang er geen ceremonie komt op de televisie, dat hij die bussen ook overdraagt, worden die bussen niet ingezet. Gaat u dat voor me natrekken? Zeker. Met Gloria, goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, eigenlijk mag ik niet meer bellen, maar... Derde keer. Ja, luister nou. Het probleem wat... je moet een beetje verder van de microfoon horen, ik ben wat slecht te verstaan. Oh, oké, gaat u gaan. Het probleem wat jullie over het hoofd zien is, de directeur, die neemt geen mensen in dienst. Het zijn politieke partijen die mensen accommoderen. Zeg, hé, je pa, dit is die meer, zoek gewoon president. Dus men kijkt niet naar kwaliteit. Zo. Toch? Men zegt, je bent Jimmy Baya, pot je nou een prins Jimmy. Alleen, kijk, als men nu al bezig is voor de vorige verkiezing. Ja, dank u wel hoor. Kijk, dank u wel. Maar dat heb ik gezegd hoor. We kijken niet naar competentie. En dat is iets dat we jaren hebben gedaan en nog steeds blijven doen. Maar als het terug... komt u daar, mevrouw Gloria. Ja. Ook al wordt u naar daar toegestuurd en heeft die competentie niet. En ik moet met u werken, toch? U moet aan het werk zijn. En als we dat in die personeelswet wijzen, dat u moet komen werken. En ik u die training laat volgen. Echt? En ik u de ruimte geef om die competentie die u heeft opgedaan te toetsen. Dan gaat het werken. Maar als je zoekt lantiwroko, je partij stuurt. Je laat toch gewoon vanuit precies wat die meneer gezegd heeft, toch? Partij bel bij je minister, minister Gloria. Je hebt meer bij je pota die zouroko. Oké, minister, ik kom, is goed. Je gaat deze lessen volgen, dit volgen. Is morgen een training, moet daar zijn. Je komt niet bellen van, ja, mami, mevrouw Gloria, waarom ik ook eigenlijk bij ons daar of zo? Nee. Dus ik zeg, ook al heeft die partij je gestuurd, toch? Je kan de mensen trainen, maar je moet daarvoor eerst op het werk komen. Ja, maar dan behalve dat, er moet een assessment komen. Goedemorgen, met Gloria, je bent live in de uitzending. Hallo, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Met wie spreek ik? Hallo? Is live nog? Ja, u bent live in het. Ja. Was dat niet de bedoeling? Oké, dat was niet de bedoeling. Kijk, er moet een. Kijk, zoals u zegt, is een beetje wierwaar. Er zijn heel veel dingen gaan niet goed. Nu hebben we heel veel mensen in dienst. En die zitten op verschillende posten. Maar die hebben misschien voor de post waar ze zijn aangenomen, misschien de competenties niet. Oké. En dan zit je daar, want je hebt een opleiding achter de rug. En je hebt recht op een baan. Daar ga je ook vanuit. Je hebt recht op een baan. Dus je goes don't, was magiwa roko. Je hebt recht op een baan, want je gaat daar zitten. Oké. Het is nu helemaal niet goed. We moeten het niet goed maken. Dus ik ga voorstellen een assessment, zodat we kunnen weten de mensen die daar te werk zijn gesteld op de verschillende instellingen of op één werk, verschillende onderdelen, dat ze gaan kijken van waar kunnen we ze wel inzetten. Ja. Want anders gaat u het niet goed krijgen. Er moet een assessment komen en dan kan je zeggen, oké, ik heb 10 mensen die dat kunnen en die. En dan kan je dan gaan delen wat er moet gebeuren. En ik kom zo meteen nog terug op de stukje. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending en met u spreek ik. Ja, mevrouw Gloria, als het mag, deze weer. Ja, gaat u gaan. Oké. Zegt u het maar. Het ligt niet aan de politiek in het algemeen. Het ligt aan het leiderschap. We hebben leiderschap met elastieke ruggengraat. Dat is ons probleem. Uh-huh. Ik ga je een voorbeeld geven uit de praktijk. Uit de jaren 60, 70. Bij KLAT was de directeur Rudy Waterval. Ja. En op een bepaald moment vertrok een medewerker en de toenmalige premier, dat was toen Henk Aron, die kreeg er rook van en die zegt, en die belt Rudy Waterval, de directeur bij KLAT, zegt, hey Rudy, mire jouw man van Odo, amantak ai, amantak madame Osenwangi Tamara, amantak pe, amantak na Yuto, jouw man van Odo, amantak noja, jana mi etekis manavroko. Je moet ballen hebben, je moet ruggengraat hebben. Ja. Als je in die positie terecht wil komen. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Dat is de kern van het probleem. Ja. Meneer, ik ga eventjes terug naar die wet van die kinderopvangsinstellingen. De wet is daar, 2014 aangenomen. Ik ben naar verschillende tehuizen geweest, samen met Lucia. En we hebben gezien dat er heel veel niet voldoen. Als ik alleen maar kijk, nogmaals naar deze wet. Want we moeten volgens die wet werken. Het is niet zomaar gemaakt, het is niet een natte vingerwerp. We zien deskundigheidsontwikkeling, mis ik. Ik ben geweest naar een kinderthuis. Ik ga uit fatsoen geen naam noemen. Een kinderthuis dat werkt met kinderen die seksueel misbruikt zijn. En ik vraag aan de directeur, een vrouw.
Ik vraag aan haar, wat kan het betekenen als de jongen van 7, 8, 9 jaar elke dag ontlasting in zijn onderbroek heeft? Want je hoort te controleren als je met zulke kinderen werkt. En ze zegt tegen me, zenuwen? Ik zeg, zenuwen? Mevrouw, er is één grote indicatie van seksueel misbruik. U bent directeur van zo'n tehuis en u weet het geen eens? Nou, het is triest, triest. En zo hebben we veel mensen. Nogmaals, liefde alleen is niet voldoende. Deze wet is gemaakt om ervoor te zorgen dat er mensen zijn, jonge kinderen die beschadigd zijn, dat ze goed worden opgevangen. Je hebt seksueel kind, meisjes die misbruikt zijn, die samen met jongens in een tehuis zitten. Dat is onacceptabel. Nummer 1, dat doe je nooit. Klaar, onmogelijk. Wat hoor ik dan? Van mensen die daar werken, ja, maar we hebben geen plek voor ze. Dus wederom, niemand neemt verantwoordelijkheid. En weet je, mijn vader was directeur van Rijperheid voor Jongens, ken je dat? Ja. Ja, dat was toen waar nu milieu is. Je had een Rijperheid voor Jongens en je had eentje voor meisjes. Dat is op een of andere manier, I don't know, wat ermee is gebeurd, weg. Wij moeten gaan naar een, zeker naar een moment ook, wanneer je gaat kijken, want jouw taak als ministerie van Sociale Zaken is ook dat je zorgt voor veiligheid. Dat je de kinderen beschermt. Als we nu kijken wat er gebeurt, nou de laatste excessen, het zijn geen uitzonderingen. Hè? Ik denk dat het echt meer regels zijn dan uitzonderingen. Ja. Kunnen we stellen dat er onvoldoende bescherming wordt geboden aan onze jonge Surinaamse burgers? Wie is er verantwoordelijk voor dat dit wel wordt gedaan? Wie gaat ervoor zorgen dat er een rampenplan is? Dat er een medische keuring is van het personeel? Dat de mensen een deskundigheidsbevordering doen? Dat er een methodiek plan is? Lucia? Elk kinderdagverblijf moet toch een plan hebben van werkwijze? Oké, meneer Sam Cedric vroeg me net iets wat moet je hebben. Kijk, de wet, kan het even niet zo, ik ga het even zo met zo'n, ik ga het straks voorlezen. Wil jij een kinderdagverblijf starten, moet je een HBO minimaal of daaraan gelijk hebben. Daar ben je dan een leidinggevende, je bent crash. Dus dan ben je in de leiding. Dus je kan geen... Een opleiding van Boog of Tara gedaan hebben, peutercrashleidster, om een kinderdagverblijf op te richten. Of een LBO opleiding hebben gehad en je richt een kinderdagverblijf op. Als we kijken naar het buitenland, Canada, Finland, alle onmogelijk. Mensen die werken op 0 tot 4, er zijn HBO gescholden. En hier sukkelen we nog met mensen die een opleiding hebben gevolgd, niet neerkijken. Want we hebben een belangrijke doelgroep waar wij gaan moeten werken aan de ontwikkelingskansen van die kinderen voor hun toekomst. En als wij dan gaan zitten met mensen die ook heel veel problemen hebben of traumatische jeugdervaringen en die zetten we op die kinderen, dan krijg je wat mevrouw Wilhelmien zei van de Sapakarastraat. Je gaat de kinderen nooit bij naam roepen als je boos bent. Je luistert niet. Dat is wat je gaat doen. Je begrijpt niet dat wanneer je met kinderen werkt, dat je stuk voor stuk hun namen moet kennen. En je moet de kinderen aan hun naam noemen. Maar elk kind dan krijg je dit soort. Nee, maar je moet het. Je kan het kind niet bijheen noemen. En je moet toch ook rapportages hebben? Je moet rapportages maken. Je hebt een pedagogisch beleidsplan. Je hebt een dagritmeprogramma. Je hebt een jaarprogramma. Je hebt een risico-inventarisatie. Het is niet makkelijk. Kijk hier, als ik zeg over risico-inventarisatie, dan ga je dit allemaal moeten hebben, zodat je ervoor zorg draagt dat je werkplek, je werkvloer ook veilig is. Dan kijken we naar bijvoorbeeld het kind fout. Let op je trapleuning. Heb je een trapleuning, hoe moet je dat beschermen? Ga je dan richel zetten? Ga je leiding zetten? Struikels. Heb je kapotte tegels? Let je daarop. Heb je gladde tegels? Dus het is heel veel. Ga de robben. Het kind kan tegen een zijn hoofd stoten, tegen een haak of zo. Heb je dat allemaal? Bijvoorbeeld, het kindje kan bijvoorbeeld de tralie uitgaan. Zijn het beveiligend? Dus als ik dat moet allemaal gaan lezen, dan zijn we hier morgen niet klaar. Dus soort dingen ga je rekening met de risico-inventarisatie. Ga je voor veiligheid voor je kinderdagverblijf. Het is heel veel. Ja, en dat ontbreekt. Dus nogmaals, het staat alles in die wet. Als ik nu kijk ook, hè, je moet ook een antecedentenonderzoek doen. We gaan kijken naar de controledienst. Mag ik even, of alsjeblieft, anders ga ik het vergeten. Ja. Even een antecedentenonderzoek. Weet u dat er mensen vanuit het buitenland komen? Dat is mijn werkervaring. Die hier komen werken. Maar hier kunnen ze dat niet, want waar ga je? Want er is niet echt zo van, oké, meneer Hans wil komen werken. En hier zeggen we, oké, je gaat naar een districtscommissaris om te kijken, goed gedrag.
Bewijs van goed gedrag, ja. En hoe gaan we dat halen van Hans? Want Hans werkt daar wel, hij is pedofiel geweest. Hij is pedofiel geweest. En hoe weten we dat, wat het goed gedrag, antecedenten onderzoeken, dus, meneer Hans is? Hé, manco. Oké. Okay. Aan de andere kant heb je dan ook weer dat de wet ook voorschrijft, dat is heel erg belangrijk. Wil je werken met kinderen, 0 tot 4 jaar, moet jij een psychologische test gedaan hebben. In mijn onderzoek, meneer Cedric, is het nooit gedaan. Ik heb het wel gedaan, kijkt u het hier, wat bewijzen zijn er. Ik heb 132 mensen zo goed als kan een psychologische test laten doen. Met crash en peuterscholen, 132 mensen. Die bewijzen, het rapport is er hier. Maar het rapport, het uitkomst daarvan is niet zo echt fraai. En al die mensen werken er nog, desondanks. Maar nou, daar gaat het niet om. Je moet iets doen, het zat in de wet en ik heb het geïmplementeerd. Nu moeten we gaan kijken, oké, als die mensen er werken en je ziet dat het rapport wat aanbevelingen heeft, dan moet je daarop gaan werken om de mensen dan ook bij te sturen of kijken van, oké, jij gaat echt niet met kinderen werken. Weet je, dan ga je dat. Maar dat is dus die taak van het ministerie van Sociale Zaken. We hebben hier controledienst artikel 12, staat er. Dan zie je dat de controledienst waartoe het bevoegd is. De vraag is, en dat is die vraag die Cedric dus gaat moeten stellen, of heeft al gesteld, heeft aan de minister. In hoeverre wordt er regelmatig controledienst gedaan? Je hoeft vooraf niet aan te geven. Je moet onaangekondigd. Moet je binnenkomen. Als we naar deze wet kijken, staat alles erin. Het blijkt dus dat wij op een of andere manier, de ministers, OD's, directeuren, hebben nagelaten, maatschappelijke werkers, om dit soort zaken echt richtig uit te voeren. Het woord gebruik jij volgens mij vaak, hè? Uit te voeren. In hoeverre gaan we voor excellence? Deze wet is er vanaf 2014. En dan ga je zeggen, meneer Cedric, ik ben bezig met een advocaat, met mijn stichting en met haar stichting, om te kijken in hoeverre we de staat kunnen gaan aanklagen vanwege neglect. We hebben internationale verdragen getekend ook nog. Stel nou, want iemand zei, ja, maar het is niet geregeld. Maar op basis van alleen die internationale verdragen, die wij getekend hebben, waar geratificeerd hebben, ja. Maar eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, Cedric, bijna kunnen ze allemaal gaan sluiten. Op basis van de ruimte die niet voorziet, de incompetentie van mensen, het ontbreken van middelen. Pedagogisch beleidsplannen, die kennen ze. Nee, onderzoek die hadden ze dan niet. Of ze plukken één van het internet en dan gaan ze de kinderen leren hoe sneeuwvlokken eruit zien. Kijk, en heel veel mensen hebben gereageerd. Je kan later natuurlijk ook wel lezen. En Cynthia zegt, nou, ik hoop dat meerdere parlementariërs dit programma volgen. Maar ik ben blij dat in elk geval, daarom heb ik jou toen ook, omdat je die opmerking hebt horen maken, of je vraag hebt gehoord in het parlement. Ik denk, er is eentje wakker. Ik ben blij dat er eentje wakker is. Wij horen op te komen voor deze kinderen die al vaak beschadigd zijn. Eén. Twee, zo totaal onschuldig daar worden gebracht. We hebben het gehad in 2018, let wel. Dat drie meisjes zijn weggelopen uit de Hoop voor Kinderen. En Hoop voor Kinderen is nog gewoon open gebleven. Is er extra gecontroleerd? You ask me. No. Oké? Okay? Dus we blijken dat wij het gewoon niet functioneert. En ik vind dat we de verantwoordelijken ook ter verantwoording moeten roepen. En helaas is nu deze minister verantwoordelijk. Helaas. Voor hem. Dan wil ik gaan zien of hij in staat is om dit gewoon keihard te gaan benoemen, zonder wat jij zegt, no work, no pay. Als u niet voldoet aan de eisen, moet u sluiten. Heel precies, simpel. Zo eenvoudig is dat. Heel simpel. Ook daarom ook aan de minister gevraagd, in bepaalde gebieden, kinderrijke gebieden, bijna het woord kinderrijk is moeilijk, maar ja, kinderrijke gebieden waar we weten dat er veel ouders zijn die aangewezen zullen zijn op deze zorg, moet de staat niet ertoe overgaan om overheidscrashes te plaatsen, exactly, waarbij je meer controle hebt. Want kijk, je kan, dus nee, het zou, want je kan van je via de overheid, want daarom zeg ik begin bij die personeelswet. Het moment iedereen die in dienst is betaald wordt, toch? Die volgens de overheidsrol betaald wordt, op kan roepen. En ik vraag je naar je competenties, wat is je opleiding? Ieder die dan zou voldoen aan die minimale eisen, en je zit thuis, je wordt nu al betaald, dan geef ik je een training, en dan heb ik overheidsmensen die ik daar heb. Mensen, niet een particulier, want een particulier, als hij een dag vastzit, gaat hij gewoon iemand pakken. Ik kom snel, help me even. Kijk, ik heb meegemaakt binnen mijn eigen familie dat nichten van mij soms hun kinderen hebben gelaten bij bepaalde plekken. En als taxichauffeur kom ik in de buurt
En ik bel mijn nicht, ik vraag haar, weet je wel waar je kind is? Ja, ze is zo. Maar dan weet je dat het huis vlak daarnaast, waar die man op die schutting zit, die ene man. Ja, hij was opgesloten, maar dan weet je waarvoor hij was opgesloten. Ja, de mensen praten er niet over, maar dat die man komt het erf, de harken waar die kinderen zijn. Weet je waarvoor die... En wanneer ik dat zeg, ze, mijn god, daarvoor. Dus dat wil zeggen, er is niet eens rekening gehouden met die omgeving. Mm-hmm. En als ik de vraag, maar waarom heb je een kind daar gezet? Ja, maar die anderen zijn duur. En precies daar komt dat ding, dat de overheid dan moet inspelen en die niet voldoen, gewoon moet sluiten. En desnoods moet gaan kijken naar een manier om een subsidie te geven aan die mensen om die crash te die goede crash te betalen. Die gecertificeerde crash te betalen. Op basis van jouw inkomsten, of je verdient beneden dit, dan krijg je dit als toelage om die crash te betalen. Ik wil die kwitantie zien dat je daar hebt betaald. Ja. Want dat moeten we, dat moeten we gaan doen. U had het over de overheidscrashes. Laat me alvast zeggen, ik zeg je net allemaal goed zijn. Ik was leidinggevende op een overheidscrash. En toen ik pas ben begonnen met werken, gaat mevrouw Vingerwing inlezen. Ik heb aan mijn leidinggevende toen de tijd gevraagd, is er wel een pedagogisch beleidsplan? Werken jullie wel met een pedagogisch beleidsplan? Er waren 12 en geen van de kinderen het pedagogisch beleidsplan. Mevrouw Vingerwing was weer lastig. 12 overheid, ja. 12 hallo, overheids, 2016. 12 overheids. En niemand van mijn collega hoofden op die kinderdagverblijven bij de overheid kende het kinderpedagogisch beleidsplan. Uiteindelijk heb ik het met veel moeite in handen gehad. Ik heb het helemaal gelezen, het was incompleet. En ze werkten niet met het pedagogisch beleidsplan. Dus als we over overheidscrashes hebben, dat we ze moeten oprichten, dan moet het ook goed gaan. De leidinggevende die daar zit, moet competent zijn om haar werk te doen. En als ze econoom is, moet ze een pedagogisch achtergrond hebben, of ze moet gaan lezen, of ze moet een opleiding erbij doen. Want anders ga je het werk stagneren, dat het werk op een goede manier gedaan wordt. Ja, meneer Cedric, alsjeblieft. Cedric, wat gaan we... Kijk, want we kunnen praten, hè. Ik hou van praten, hoor. Maar ik wil ook actie zien. Daarom doe ik ook wat ik doe. Ik praat, maar ik doe ook. Concreet. Je hebt de vragen gesteld aan de minister. De minister komt dinsdag. Je hebt nu wat meer informatie. Zijn er nog dingen die je zegt, hier moet, gaan we op er bovenop moeten zitten, omdat het mijn taak is als volksvertegenwoordiger? Welke zaken bijvoorbeeld? Dus die te maken hebben met het onderwerp hier? Ja. Tafel. Dus kijk, ten eerste, die kinderen worden meestal vanuit de school of van huis uit gebracht, vervoerd naar de dagopvang of zo, toch? En ook daarop zal er moeten gelet worden. Want ik was ook buschauffeur, schoolbuschauffeur, en toen de tijd had ik 25 kinderen in mijn bus, en het was zodanig als ik een groep afzet dat ik een andere groep neem. Als ik nu in het verkeer ben, zie ik propvolle, stamvolle busjes met kinderen, en ik vraag, hoe kan dat? En wanneer ik zelfs die ouders confronteer van, kijk, ik hits niet op, maar hoeveel... Ja, maar was is goedkoper dan die anderen. Dat krijg je toch? En dan vraag je af van, moet de overheid zijn controle ook niet gaan aanscherpen daarop? Ja, want er zijn zoveel, want mijn jongere zus is politieagent en ze werkte bij de kinderafdeling. En ze heeft me altijd gezegd van, kijk, als iemand een kind voor je brengt, of je dat kind in de auto neemt, of je neemt het kind, vlak voor die persoon, schuif het ondergoed van het kind of die pamper, zodat jij die persoon ziet dat er niets met dat kind gebeurd is. Maar als je dat kind zo in je busje zet en je dat kind naar huis brengt, die tussenpozen ben jij verantwoordelijk. Dus zo begon ik, had ik een bepaalde meer kennis over bepaalde zaken. Maar als je dat niet leert aan, want dan gaat nu dat stukje komen van, als er iets is gebeurd met dat kind, tussen huis en de crash, wie is verantwoordelijk? Dus er zijn een paar meer schakels die daar gecontroleerd moeten worden. Ja. En ik heb het, ik zeg het niet alleen vanuit onderzoek, maar ook vanuit mijn eigen kennis, omdat ik ook heb gewerkt ermee. Ik heb kinderen gebracht naar opvangtehuizen en ik wil nog verder teruggaan in de tijd. Toen had je die nanny van de buurt. Mijn grootmoeder was de nanny van de buurt. Alle kinderen kwamen daar. Maar daar had je een andere sfeer. Mijn oma had veel honden. Toch, je kan binnenkomen met dat kind. Die hond ligt rustig. Je kan dat kind zetten en je gaat weggaan. Maar je gaat dat kind niet komen halen als mijn oma niet daar is. En zo dusdanig dat die ruimte waar die honden waren, die kinderen niet bij die honden konden komen. Ja. Dus zo zie je dat er toen al een bepaalde mate van controle in een primitieve vorm was. Ja, toch, maar het was toen acceptabel voor die tijd. Ja. Maar nu is de wereld veel verder.
meer ontwikkeling, meer kennis van hoeveel competentie een kind meer kan ontwikkelen wanneer je die educatieve tour heel vroeg begint met zaken als educatief speelgoed voor dat kind, toch een dus, programma hebben. Ja, precies. Kan er ook een antecedentenonderzoek ook gedaan worden bij buschauffeur die schoolkinderen vervoeren? Ik denk dat het ook zeer belangrijk is. Ik ga toch even terug bij dit stukje. Mm-hmm. Van die wet. Ja. Van kinderopvanginstellingen. Er moet, want jij zegt, waarschijnlijk is het een retorische vraag geweest, van mm-hmm. moet de overheid niet meer controle? Ik denk dat ook sowieso de overheid meer controle. Wat we dus nu hebben gezien, mm-hmm. zeker de laatste tijd, blijkt dat er onvoldoende controle is, of sterker nog, helemaal geen controle. Helemaal niet. Dus wat ga jij doen nu, als je dus met al deze informatie die je hebt, kennis, je kan alles meenemen waarschijnlijk, ga jij nu, kun jij op basis van informatie gerichte vragen stellen? Wat ga je nog meer kunnen doen of willen doen? Wat ik meer wil doen, en dat is van nadat die minister zijn antwoord heeft gegeven, zijn plan van aanpak nu zien, na alle informatie die ik hem toe zal laten komen en wat ik ook weet, en wat de gemeenschap nu ook weet, via wat wij nu doen. Want u onderschat dit misschien, mevrouw Gloria, maar zoals we nu praten, heb ik internationaal mensen die volgen. Ik heb ook veel ouders die nu thuis zijn en die dit volgen. En die allemaal zijn wenkbrauw van ze van, oh, dat moest ook nog, dat moest ook nog. Dus dit informatie die nu naar die gemeenschap gaat, die zorgt ervoor dat er nu een hoger mate van bewustzijn is. Belangrijk. Dat men meer gaat eisen van sociale zaken. Want wanneer men zegt, no knowledge is no power. Wanneer je het niet weet, heb je de kracht niet. Nu, zoals we hier praten, meer mensen begrijpen van nee, er moet meer gebeuren vanuit die bevoegde instantie. Ik ga nog verder. Ik ga nog verder. Meneer van de sociale zaken, ik vind ze Ramsaran, toch? Ja, Ramsaran, ja. Die kan dinsdag niet komen om, ik moet nog met een plan. Op basis van wat er al gebeurd is, moet er nu komen, aanstaande dinsdag, met dit is het. Ik las meneer Bruce die zegt, we gaan nu vragen om een controle uit. Hoe bedoelt u gaat nu vragen? Nu. Er moet al een controle zijn. Nee, je had mij moeten tonen van, we zijn voor het laatst geweest, 15 januari. Je had me desnoods moeten laten zien wanneer je voor het laatst geweest bent. Wanneer er een laatste rapport is. Wat jouw laatste bevindingen zijn geweest. Want dat wil dus zeggen dat in principe we gevoeglijker van mogen uitgaan dat er al die tijd gewoon niets gebeurd is. Zip, zero, nada. En precies dat kan niet. Want dinsdag aanstaande is het voor de minister zaak om aan te kondigen wat ik denk te willen horen. Of wat ik graag zou willen horen is. Er is tegen directeur dit. Maatregelen of deze is op non-actief gezet. Dit. Keiharde maatregelen. Er moeten koppen rollen. Het kan niet zo zijn dat je me gewoon kan zeggen van, nou, we gaan nu pas er naar kijken. Anders dan is die intentie er niet. Toch? En dan is zoals meneer Daisy had gezegd, van bovenaf, als die druk er niet is, gaat er beneden niet gewerkt worden. En als deze minister wil dat men nog met respect naar hem kijkt, voor de bevoegdheid en die verantwoordelijkheid die hem is toebediend, dan moet hij dinsdag wel laten weten dat er een paar koppen zijn gerold. Want anders is het gewoon een chipporty ding. Nee. En dan verwacht niemand iets ernstigs. Er moeten mensen ontheven worden. Iemand heeft zijn werk niet gedaan. Iemand doet zijn werk niet. En het moment dat jij als minister in jouw beantwoording nu aangeeft van, na onderzoek of na wat het ook is, ook al is het daarna, maar er moeten maatregelen komen zodat de rest die nog aan het werk is, weet wat erop staat. Kijk, je hebt het net gehad over schakels. Ik zeg het regelmatig. Er zijn zoveel schakels, maar ze vormen geen keten. Omdat, weet je waarom? We werken niet samen. We hebben last van onze ego's of whatever. Ik zou nu van beide partijen, van beide ministeries, van zowel Juspol, want we praten over mishandeling van kinderen, mm-hmm. dus een strafbaar feit. Ja. En sociale zaken zou ik een plan van aanpak willen zien dinsdag. Dit is wat we hebben gedaan. Dit is wat we al hebben ingezet. Mm-hmm. Niet van, we gaan met elkaar hier om de tafel zitten, we gaan met familierechten praten. Dat ding van 2018, broer, 2018, drie minderjarige meisjes. En de hoop is nog steeds gekund dat een directeur een meisje zo volop in haar gezicht slaat. En nog steeds wat? Hoe? Heb je het filmpje gezien? Wow. Ik heb het gepost. Heb je het filmpje niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Okay. Nou, dan moet je kunnen laten. Ja, ik heb het gepost en ze hebben iemand anders gevraagd, een collega van mij moest het filmpje verwijderen. Ik wachtte dat zij me zouden komen vragen, want mine verwijder nog een keer film. Wat ik wil laten zien, 2018. Ik laat je zien. Is een patroon.
We moeten zien dat er een patroon is in Suriname, dat wij geen verantwoordelijkheid nemen. Wij zetten incompetente mensen op posities en er is geen enkele controle. We willen gewoon helemaal niet. Niets doen. En we schuiven het af. Ja, maar Anomie, hij had dit moeten doen. Neemt u, wees u accountable. En, Cedric, laat de minister, maak hem accountable. Eis dat wij nu willen horen van u. Niet van, we gaan nog met de minister praten, Juspol, we gaan kijken. Minister Juspol heeft mijn bericht gelezen en niet eens geantwoord. Onbeleefd. De mijne ook niet. Want ik heb hem 2 maart rapport verteld dat ik het onderzoek heb gedaan. En ik heb me mijn concern ook verteld. Dit is het rapport. Kijkt u hier. Dit is het rapport van de Sapakara-straat. Ik heb het rapport helemaal uitgeschreven. Ik heb het verkeerde wat meegenomen. Dus de opdracht voor Cedric. Ik wil dinsdag willen wij horen. Ik heb hem concreet gevraagd. Ik heb van hem ook geen reactie gehad. Wat ik heel erg jammer vind. Want hij, kijk hoe de wet, hoe dit nu gebeurt in Suriname. Is hij de persoon die eigenlijk kan zeggen van nee, de crash gaat sluiten. Wat hebben, wat hebben ze toen gezegd? Hij kon niet sluiten omdat? Wat was het? Mevrouw Berggraaf, dat is de ODKNW van de sociale zaken, die daar met de scepters zwaait, die de leidinggevende heeft over de controleurs of het controleursteam, die zeggen dat ze het niet kan omdat de raden nog niet in place zijn zoals de wet dat voorschrijft. En toen heb ik er ook nog gezegd van luister, nou hebben we internationale en dan kunt u daar uw autoriteit wel doen gelden om de dat was toen met mevrouw Watkin, waar die kinderen seksueel zijn misbruikt. 7 jongens seksueel misbruikt. Ja, meer. Er zijn meer seksueel misbruikt. Dat van Flora of zo? Ja, Flora A. Daar heb ik het onderzoek ook gedaan. En toen ben ik gelijk naar hun geweest en ze hebben er niets. Toen ik naar de VP ben geweest en de VP heeft naar meneer Amoxi gestuurd, toen heeft Amoxi 21 oktober de crash dicht gedaan. Anders draaiden ze nog. Met nog een andere neef van haar die ook hetzelfde, maar die hadden ze dat, die jongen, hadden ze al opgesloten. Maar dat neefje kwam uit de gevangenis en hij was ook daarvoor opgesloten en hij ging daar weer bij de kindjes. Dus ik vraag me af wat er gebeurt nu in Suriname. En het is een klein land, hè? We kunnen meer bestappen dan crash bij de drapen. En nog, de leidster moet verantwoordelijk worden gesteld. Want zij is medeplichtig en ze weet van wel ingelichte bronnen waarmee haar neefje bezig was. En als ik naar de politie ga met die 5 moeders die wel durf hebben, die wel de moed hebben om te zeggen, nee, dit laat ik niet, ipori, dan zegt de politie tegen mij, mevrouw Vingerwing, we gaan van u geen aangifte doen voor die mevrouw Watkin. Aannemen. Want dat doen we niet, dus we moesten weg. Dus Cedric, je hebt heel veel huiswerk. Ja. Heel veel huiswerk, maar ik heb heel veel in, bijna wat we hier allemaal hebben gezegd, is al vervat in veel vragen die al gesteld zijn aan de minister. In zijn beantwoording ben ik nu super bewapend. Ja. Want hij gaat met goede antwoorden moeten komen en geen antwoorden die eigenlijk het weer verschuiven, maar wel concrete, directe acties. Omdat zoals we hier al met elkaar delibereren een tijd, is het duidelijk dat het geen probleem van nu is. Nee. En het kan niet zo zijn dat we regeringen na regeringen, directeur na directeur krijgen en dat dat niet kan gebeuren. Want dat te zeggen, het is een bepaalde mate van incompetentie die verder gaat dan de politiek alleen. Alsof wij het niet willen en dat is gewoon steeds de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Maar als je de toekomst nu op het leven moeilijk maakt, de mensen die me kennen, weet wat ik zou zeggen. Ja. Nou, is het letterlijk en figuurlijk je toekomst al verpesten doordat je nu al niet investeert. Je kan nu geen rekening houden met, ja, we gaan die mensen broedeloos maken. Er moeten keiharde maatregelen komen. Je moet een maatregel als jij niet voldoet aan de eisen, want heel veel mensen komen ook uit het buitenland, die openen kinderdagverblijf. En ze vragen je voor je competentie en zo om te helpen oprichten. En op het moment dat het is opgericht, word je aan een kant gezet en zij zitten daar met een opleiding die helemaal niet aansluit of die affiniteit heeft met het werk wat je gaat doen. Zijn dingen. Ik Gloria, ga, als sorry, u hoor gaat opnemen, ja, dan Gloria, ga ik even met Gloria, je bent live in de uitzending. Mevrouw Gloria, goedemorgen met Perkaas. Hoe gaat het met u? Hey, gaat goed hoor, met jou? Hey, goed hoor, alles goed. Ja, maar. Met jou ook? Ja, het gaat wel naar gelang van omstandigheden. Ik heb een korte statement, even snel. Ik wil ook mijn bijdrage leveren. Maar ik ook in het onderwijs zit en ik zie ook heel veel gebeuren al jaren. Maar weet je, kijk, we dat goed idee gewoon met Tamara, we praten zoveel. Maar ik stel me één vraag. Sorry hoor, goedemorgen aan de rest van de mensen. Ja, goedemorgen. Die daar, meneer Samson en die ene dame, die een hele professionalist, heel veel respect voor die dame. Mm-hmm. Toch? Ik zie heel veel kwaliteit en professionaliteit in haar, omdat ik ook docent zelf ben. Maar wat ik wil zeggen, dat is niet eens het punt, is hoeveel jaren zit deze regering al, Gloria? Straks is het al 3 jaren, toch? Ja. Mm-hmm. Dan
hoeveel jaren hebben we nog nodig om... kijk, u lacht zelf, toch? Ik bedoel, je bent president, je bent leider, toch? Je bent politieke leider. Je zou wat anders doen, toch? We weten allemaal wat voor rommel die vorige regering is. We weten het, we weten alles. Het volk is zich bewuster van, toch? Want het volk ziet en leest ook. Maar ik bedoel, je zit al 3 jaren straks in mei. Hoeveel jaren heb je nog nodig om dit soort dingen... En deze dingen treffen het volk. Dan we praten zoveel in het DNA, er wordt zoveel gebabbeld. Dan, maar daden blijven uit. Ja. Snapt u? En dat irriteert dit volk. Dank u wel. Ja, dat irriteert het volk. Dit is echt een leiderschapsprobleem. Leiders durven geen... Ze willen gewoon niet, omdat ze bang zijn dat de regering uit elkaar... Dat is het heel ding. Dat is het altijd al geweest. Ze worden niet opgetreden. Altijd. Er is 3 jaren al, Gloria, 3 jaren al. En dit werkt irritatie. En vooral als het om kleine kinderen gaat, dan word ik heel erg pissig. Dank u wel, dank u wel. En als de DNA-leden worden betaald, je moet daden stellen, man. Je moet de regering niet blijven verdedigen. Nee. Snap je toch? Dank u wel. Gloria, een fijn weekend, toch? Hetzelfde voor u, hoor. Ik ben het eens, we moeten niet blijven verdedigen. Dus ik heb het aan het begin van het programma gezegd. Ik ga zeker niet recht praten wat krom is. Voor mij is het ook een makkelijkere positie. Ik zit niet in het politiek veld. Ik is wel altijd mijn ambitie geweest, overigens. Als 15-jarig meisje heb ik gezegd, ik word de eerste vrouwelijke president. Op Papinti gezegd. Helaas, ben je Oruba. Maar je hebt nog kans. Men roept niet om een vrouw als president. Ook dat is een domme uitspraak van mensen. We moeten gaan voor competenties. Mensie, precies. Maar nu rennen we. We zijn tegen Tjan, we zijn tegen Boutus, we zijn tegen wie dan ook, bij de bos. Nu zijn we een keer tegen man. En gaan zomaar voor vrouw. Competente mensen moeten we hebben. Met een profielschets. Een profielschets. Politieke partijen, maakt u een profielschets. En we moeten stoppen met mensen te plaatsen die niet eens competent zijn. Zij werken dus om te huilen in te huizen. Dan wil ik niet eens praten over bejaarden te huizen. Ik heb meer nog te vertellen. Laat drapen. Ik wil drapen. Wacht. Met Gloria, goedemorgen. Ik ben live in de uitzending. Ik kan niet alles vertellen, natuurlijk. Dag meneer Hugo, zegt u het maar. Ik wil die mevrouw even wat vragen. Ja. Wat heeft ze gedaan om een opleiding te starten? Want als je mensen, als de wet zegt dat je een bepaalde opleiding moet hebben. Ja. Wat heb jij gedaan als deskundige om die opleiding te starten? Hele mooi. Ik kan je wel zeggen, ik ben onderwijzer geweest. Toen ik in dienst ging, dat was in 1970, moest ik naar de keuringscommissie waar ik alles lichamelijk, ook geestelijk getest werd. Die commissie was er bij het ministerie van Onderwijs. Klopt. Toen. Oké. Dank u wel. Ik even voordat je verder gaat, antwoord geven. Sharda zegt, en dat is hetzelfde wat ik ook wil zien, Cedric, is voor jou. Sharda zegt, ik wil zien dat Cedric het DNA ondersteboven schudt over dit probleem. En dan wil ik de reactie van zien van de DNA zelf. Ik vind ook, this has to stop. This has to stop. We kunnen niet zo onze kinderen gaan. Zo blijven en dat mensen incompetent zijn en gewoon een crash kunnen openen. Iedereen kan naar KKF gaan. Daar afvast moet je beginnen te stoppen. Maak het onmogelijk dat ze daar eerst kunnen. Versterk het inschrijven bij sociale zaken. Overleg, alles moet u over. Het staat in die wet. Anouans de UNEF, ontdekking morgen. Ga je het ondersteboven schudden? Hoe laat is die vergadering dinsdagmiddag? Ik was hier. ik heb nog geen convocatie gehad voor dinsdag, maar het is wel dat de minister dinsdag moet antwoorden. Kijk, ik heb de vragen daarom ook zo voorzichtig mogelijk gesteld, om de minister alle ruimte te geven, want wanneer hij gaat beantwoorden, om geen enkele fout te maken. Omdat je moet de persoon de ruimte geven om zijn beleid dat hij, als het zover het er is, om dat te komen verdedigen. Daarvoor moet hij in DNA komen. En het belangrijkste ervan is, dat wat wij hier met z'n drieën hebben gedaan, dat dit allemaal voor mij bewapening is om dit probleem, niet die minister aan te vallen, maar het probleem aan te vallen. Exactly. Want het kan exactly. niet zo zijn dat we die excessen hebben. En ik kom uit ondernemerschap. Ondernemers dealen snel met problemen. Het is voor mij, deze afgelopen 2 jaren... Ik ben allergisch geworden tegen bepaalde zaken. Om te zien binnen het ambtelijke dat er altijd een reden is waarom een ambtenaar zijn werk niet heeft gedaan, maar toch betaald wordt. Dus dan vraag ik me af, hoe gaan wij dit ding aanpakken? Resoluut waarbij we die mensen direct verantwoordelijk stellen. En daarom heb ik gezegd, mensen onderschatten het. Maar wanneer je begint om
prestatie te eisen, gekoppeld aan jouw vergoeding, yes, dan gaat iedere persoon zijn werk serieus nemen. Helemaal. Iedere eens persoon. En dan kan je dan gaan naar targets. Heb je je target gehaald, exactly, dan komt er wat bij. Maar je moet helemaal presteren. Eens. En het moment dat dat fundament er niet is, en daarom heb ik gezegd, ik ben een van de mede-initiatiefnemers voor de wijziging van de personeelswet. We hebben zoveel mensen die al betaald worden, net zoals die beller net vroeg. Heeft deze goede mevrouw hier iets eraan gedaan om die opleidingen te verzorgen? Ik wil even toch? En ze gaat daarop ingaan. Dan zeg ik, als ik die mensen al heb in mijn overheidsapparaat, die registratie is gedaan. Mevrouw Gloria, u bent ambtenaar. Ik zie hier dat u een opleiding heeft. Dit. Maar tussen die tijd waarop u bent in dienst genomen, welke andere opleiding heeft u gevolgd? En dan heb ik bij de laatste registratie gezien dat u dit bij. Oké, okay, u zit thuis. Maar u kunt hiermee nog een aanvullende training gaan volgen. En dan gaan we u daarin zetten. Wilt u dat wel? Precies. Je hebt niks te willen. Nee. De persoon dat niet wil, dan is het ook... Nee, want dan kan je kijken... You bring the horse to the water, but you cannot force the horse to... Okay, nee, maar ik moet je wel duidelijk aangeven van, voorzien je competenties, zit je thuis, maar we kunnen u daar inzetten. Wanneer je weigert, dan ga ik je salaris stoppen. En dan kunnen we zeggen, no work. Dan kan ik zeggen, no work. Omdat ik bied je die mogelijkheid om ingezet te worden. Ik wijs je waar we je kwaliteiten noemen. Helemaal goed. Toch, maar het moet beginnen met no work, no pay. Yes. Omdat als je dat niet doet, dan heb je te veel massen in de wet. Dan gaat iedereen zeggen van, ik kan het werk, ik ben gekomen, maar die computer ging niet aan. Nee, kom, je moet er vast zijn. En dan gaan we je die opleiding geven, omdat er zijn... Het ontbreekt niet aan personeel. We hebben personeel. We hebben een waterhoofd. We hebben een waterhoofd. Iemand zegt, die mazen zijn ook lek, zegt die Patricia... Herman zegt, je moet niet voorzichtig zijn, je moet hard aanpakken. Het gaat om onze kinderen, hun toekomst. En Sharda zegt, die misbruikte kinderen, de abi-ruimte morgen. Mm-hmm. Weet je, we moeten nu. En ik mis een psycholoog bij deze discussie ten aanzien van welzijn van kinderen. Nou, misschien dat we die volgende keer ook een psycholoog erbij kunnen halen. Maar wat we gezien hebben, dat kinderen lijden. Er zijn kinderen die dragen, die hebben last van incompetente mensen die ze niet goed begeleiden. De vraag is dus aanstaande dinsdag. Gaan we luisteren wat de minister zegt op aan alleen van de vragen die je gesteld hebt. Ja, precies. En dan wil ik die samenleving... Er is niet eens een verklaring gekomen, hè? Nee. En dat is nog... Mevrouw Gloria, er is geen enkele kop gerold. Niemand van per direct is deze persoon ontheven. Je moet het... Dat is niet onze cultuur, Cedric. Dat heb ik je toch gezegd aan het begin van het programma? En daarom zeg ik... We nemen niemand ter verantwoording. Het is grappig dat multinationals in dat dit land doen, kunnen werken met Surinamers. Ja. Die Surinamer werkt. En het moment dat je daar in de fout gaat, niemand gaat tekeer tegen. Je moet je gewoon voorop aanmelden. Je krijgt alles helemaal. Gewoon! En ze werken wel goed, hè? Ze diezelfde Surinamer daar. En u zei wat, hè? Hoe kunnen we niet samenwerken? Waarom zijn die schakels allemaal los? Weet u waarom? Er zijn geen targets. Je schrikt wanneer je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij I Am Gold aankomt. Je ziet een Saramakaner, een Okaner, een Chinees, een Javaan, eentje met dreadlocks. Iedereen werkt samen. Waarom? Er is een target gesteld. En we moeten ons target halen. Maar wat about als je als minister van Sociale Zaken lees je dingen, je bent niet een vreemde, je bent niet een alien, je bent in die samenleving. Minister van Justitie leest dat ook. Waarom hebben die twee nog steeds niet een gezamenlijke verklaring uitgegeven van mensen, samenleving, burgers, we zijn op de hoogte wat er gebeurt. We kunnen u verzekeren dat wij hardop bezig zijn om deze zaken richtig aan te pakken en we gaan consequenties nemen. Hebben we niets, nog van B. Zonder directe consequenties kom je niet geloofwaardig over. Nee. Sorry. Echt. Overal in de wereld, mag ik hier ingaan alsjeblieft? Ja. Overal in de wereld wil je dingen goed krijgen, zal je consequenties moeten verbinden aan dingen die niet goed gaan. Er moeten sancties komen. Verantwoordelijkheid toch? Hoe ga je dat? En dat gebeurt vaak in Suriname niet. Vandaar dat dingen scheef groeien. Ik wil dit toch, voordat het programma eindigt, wil ik echt dit wel even... De meneer had net gevraagd wat u gedaan. Opleiding, ja, mooi man. Oh, dankjewel. Oké, goed. Toen ik ben begonnen met dit werk, heb ik eigenlijk de curriculum van Boog, dat is de mevrouw aan de Kaffeliedestraat, mevrouw John Doelwijd en Fantana Hulsman gelezen. Dat zijn crash en opleidingen. Die opleiden tot crash- en peuterleidsters. Dat is wat je in Suriname bent komen aantreffen.
Ik heb gekeken, het viel mee. Ik heb ook met mevrouw Duulwijd een paar keer gesproken, ook met mevrouw Hulsman, van hey, laten we weer kijken naar de opleidingen die er verzorgd worden. En laten we eigenlijk een beetje gaan kijken wie je allemaal toelaat tot, tot de opleiding. Ja. Maar kijk, het zijn gevestigde scholen. Je kan je zienswijze geven of je idee. Want eigenlijk is niet een ieder geschikt om met kinderen te werken. Nee. Want als ik kijk naar de voorgaande opleidingen, waar ik ook een beetje mijn voelhorens of ben gaan onderzoeken, was er een, ik kom niet op de naam steeds, van mevrouw Babs of Babs of hoe ze heet. Daarvoor dat je op die opleiding kwam, werd er een assessment gedaan. Je ging 2-3 maanden en dan ging ze kijken, ben je geschikt om dit werk als kleuter of peuterleidster te doen. En als het niet goed was, ging je, zei ze van bedankt. Dan ging ze de meisjes zo verzamelen. En als je naar die groep kijkt en vergeleken met die groep die er nu getraind wordt, dan is er heel veel wat ik, waar ik niet tevreden over ben. Waarom niet? Kan jij dan die opleiding starten? Ik heb een curriculum samen met mevrouw van Krakti, mevrouw Anijs. Hebben we al heel veel werk verzet. Maar de opleiding? De opleiding, mevrouw, hoe heet ze weer? Mevrouw Sweet. Was ook al gestart met de opleiding. Maar het zijn geen goedkope dingen. Als ik de ondersteuning niet krijg van de overheid, nou weet u dat, want mevrouw Anijs staat hier. We hadden ook al toen met de vorige VP gepraat hierover. En hij zegt, de mensen in Suriname zijn niet berekend voor wat wij nog willen, voor die innovatie om de opleiding eigenlijk een beetje breder te gooien dan een opleidingje om met kinderen te werken. We hebben ook, mevrouw Anijs, ook nog voorstellen gedaan. En het is een beetje van de tafel geveegd. Maar misschien, ga je een opleiding beginnen? Ja, ik wil een opleiding beginnen. Want ik heb curriculum alles al. Ik wil dit wel even. Ik ga even mijn laatste telefoontje. Ja. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Goedemorgen, tot Dundas. Hey, meneer Dundas. Hoe gaat het met u? Goed. Mooi zo. Goed aan u, gasten daar. Ja. Iets stort me, hè. Ik heb een hele tijd moeten luisteren terwijl ik mijn werk doe. Ja, u bent buschauffeur, toch? Schoolkinderen. Ja, ook zo. Ja, ik ben in de geleerd om even te bellen. Kijk, iets stort me, hè. Dit laat hebben we een mentaliteitsprobleem, hè. Uh-huh. En dat uitzicht in alle sectoren. Ja. Van hoog tot laag. Ja. Kijk, als we een stelling op nahouden van kijk, dat is mijn ding, dat we lukken voor wat voor ding. Toch? Gaan de weg, we gaan lukken voor wat doen en daar word je daar. Als je werknemers nodig hebt bij de overheid om een bepaald werk te doen. Het is een profielschetje moet voldoen aan dat. En die mensen gaan we aantrekken. We gaan niet Janne allemaal aantrekken om ze daarna op die posten te zetten. Om na 2-3 jaren ze op te gaan leiden. Het zou wat mooi zijn. Ik vervoer schoolkinderen en ik heb een chauffeur nodig. En dan kan ik Janne allemaal nemen die zelf geen rijbewijs heeft. Om die bus te komen rijden en gaandeweg, on the job, zal ik die man treden. Wat ga je krijgen? Brokken. Chaos. Ja. Brokken, toch? En we hebben een mentaliteitsprobleem. Laten we daar beginnen om dat op te lossen. Dat we zien dat het aan de onderkant ook opgelost gaat worden. Maar als we het zo door zullen blijven gaan, heb ik echt een zwaar hoek voor dit land. Maar dat is wat we toch proberen te doen. Ja. We werken aan die bewustwording van die burger, die mentaliteitsshift. Ik breng niet zien. Is het dweilen met de kraan open? Yes. Okay, Abu, dank u wel. Goed, wat we ook overigens niet uit het oog moeten verliezen, dat een ministerpost ook een politieke functie is, in principe. Dus eigenlijk zou je ervan uit moeten gaan dat de directeur, daar moet je ook hoge eisen aan stellen, want zeker die moet weten hoe hij de zaak moet, ja, en dan, die geeft door. En de adviseur van de ministers. Dus we kunnen, als de minister aanstaande dinsdag verzaakt om een, wat mij betreft, een adequaat. Nee, hij is de eindverantwoordelijke. Nee, mevrouw Gloria. Nee. On a beginning as that. We moeten die mensen, sorry. We moeten de mensen aansprakelijk stellen. Ja, zeker. Hij is de minister die directeur kan laten roepen. En zie je dat bedoelt meneer Dundas, toch? Die mentaliteit, we moeten een strakke mentaliteit. Look, je bent directeur, dat meneer, hoe kan dit? En dan moeten er koppen rollen. Ja. Nou, wanneer dat is gebeurd, zo werken die multinationals. Hoe kan een multinational in Suriname met Surinamers werken en targets halen? Wanneer die Surinamer bij Suralco werkte, stond hij al 5 uur op de bus te wachten. Loop. En wanneer hij bij de overheid zit, dan bedoel van. Ja, mentaliteit. Je hebt gelijk. Dank je. Goedemorgen met Gloria, met live in de uitzending. Ja, mevrouw Gloria. Heel lief voor wat ik wil aangeven, meneer Nihora.
Dag meneer Nieuwenaar, zegt u het maar. Ik wil meneer Samson vragen waarvoor RVM gehouden wordt op de woensdag. De vicepresident dient te onderhandelen met de minister over een plan uit te voeren. Uh-huh. En de minister moet weten om te communiceren met elkaar van de ene ministerie naar de andere ministerie, omdat ze elkaar nodig hebben. Zo is dat. Begrijpt u me? Uh-huh. Maar als dat niet wordt gedaan, dan gaat u het doel ook niet kunnen bereiken. Ze hebben hun ego alleen. Schakels, toch? Losse schakels. Dank u wel. Er wordt geen keten gevormd. Precies, en daarom zeg ik, als er aangegeven zou worden, bij wezen van spreken van het aspect vervoer is een probleem voor de controleurs, dan zeg ik in die RVM, net als wat die goede meneer Nihora daar aangeeft, dan kun je in die RVM bijvoorbeeld de VP zeggen van, waar zijn er auto's nu? Oké, twee van die auto's moeten dan morgen naar u, dus morgen gaat dat. Het kan met precies zo snel opgelost worden wanneer er targets gesteld zijn van wij, die politieke wil moet er zijn. En wanneer je die wil hebt om het ding te doen, dat op te lossen, en je hebt alles, je hebt die manpower, je hebt die machine, dat moet je doen. En ook al heeft bij wijze van spreken, sociale zaken, geen vervoer, geen probleem. Oké. We hebben school net, zoals meneer Dundas net heeft gebeld, hij is schoolbeschauffeur toch? Oké, is goed. Dan gaan we meneer Dundas uitlenen tussen zo'n tijd en zo'n tijd. En dat doet hij dat ook. Het is geen continu ding, maar we gaan het nu even er zo moet oplossing komen. Moeten doen. Ja, yes, moet acute oplossing komen. Je kan me niet zeggen van, er gebeurt geen controle, want je hebt geen vervoer. We zijn te makkelijk tevreden met bepaalde antwoorden. En dan ga ik u even snel iets zeggen. Als taxichauffeur heb ik dit meegemaakt. Ik breng een Nederlander, naar OW, vreemdelingendienst, en hij moet hem in een strookje ophalen of zo. En we komen daar aan, hij gaat naar binnen, en die vrouw ziet mij en zegt, hoe gaat het? Zegt die meneer, mevrouw X is er niet door, laat jij maandag terugkomen. En ik loop bijna al terug naar mijn auto, en die man zegt, nee, is de diensthoofer dan niet? En dan wordt alles stil op die afdeling. Ja. Hij zegt, nee, ik ben er, ik ga niet weg er zonder. En je schrikt binnen 25 minuten, is dat wel in orde. Ja. Maar ik met mijn Surinaamse mentaliteit, gaat weg. Ik ben het gewend, dus nee, vrouw naar de heren, ook om moende. En zo zie je dat het wel anders kan. Zo is dat. En wanneer ze vinden me lastig, maar dat betel ik mijn geld, dan moet ik weer wat gaan, ja, duh. Mag ik dit lezen als het van de tijd gaat? Ik heb toen samen met Stichting Kracht, die heb ik dan voorstellen gedaan, want de wet, het is heel goed uitvoerbaar. Maar er zijn wat manko's erin, wat ik hier wil aan u doorgeven, zodat u dat ook meeneemt. Ik ga niet alles lezen, ik heb wel een stukje. Wij zijn voorstander van de wet, van dat de wet een aparte wet wordt. Waarom? Hoe bedoel je een aparte wet? Ik ga het lezen. Oké. Okay. Dus, ja, omdat we hebben dat eigenlijk helemaal, zeker een maand of zo zijn we met de wet bezig. Weet je nog een tijdje terug, hoor, want ik heb het over, het is nu 2020, maar daarvoor, hè. Ik denk dat we moeten kijken naar... De microfoon. Naar, ja, pardon. Ik kijk, dus wij samen, dat we moeten kijken naar een opsplitsing van de wet opvanginstellingen. Dus een aparte wet kinderopvanginstellingen en een wet jeugdzorg. Voordat je dan niet de verwarring krijgt. Want dat gebeurt er ook. Want als je de wet leest, dit waren de aanbevelingen die we toen de tijd ook hadden gegeven. En dat was al in 2017. Een wetsec voor de branche kinderopvang maakt het voor doelgroepen en werkers overzichtelijker. Nu lees je informatie die niet helemaal niet van toepassing is voor je eigen werk. Dus in die wet. Hè? Je werkt in de kinderopvang, maar je komt tijdens het lezen van de wet en regelgeving regels voor van kindertehuizen. Per beroepgroep zou men veel dieper kunnen ingaan om die zaken geregeld moeten krijgen, kunnen worden. Bijvoorbeeld kinderopvang uit te werken, bijvoorbeeld voor inspectietoezicht, toetsing in de praktijk en handhaving moet er nog veel uitgewerkt worden. Dit is niet onvoldoende, dit is niet of niet voldoende benoemd in de wet kinderopvanginstellingen. Bijvoorbeeld, het bemoeilijkt als je een uitvoering moet doen als inspecteur, ben je eigenlijk in de wettelijk niet helemaal gedekt in datgene wat je zou moeten doen. Dus als ik het goed begrijp, want qua tijd, want dit ga je overhandigen denk ik aan Cedric, is dat er moet een verschil zijn. Je zou die moeten opsplitsen. Er is een wet opvanginstellingen en dan ga je jeugdzorg. Jeugdzorg. En je hebt
kinderopvang. Zodat je, die ECD-standaarden kunnen ook worden opgenomen in die kinderwet. Dus er zijn een aantal dingen, die aanbevelingen, die geef ik mee. Dat je echt sector naar gaat kijken. Want ik heb me nu laten vertellen dat er nu wel weer een consultant is aangetrokken door sociale zaken. Die bezig is met de wet. Maar de veldwerkers die dat werk hebben gedaan. Want ik heb het gevraagd van hoe zit het? Kan ik weten wat ze allemaal willen? En want ik heb al heel wat werk verricht. En ik heb ook nooit een uitnodiging gehad. Want ik eerlijk jaar, ik ben veldwerker. Hè. Met een hele hoge opleiding ben ik veldwerker geweest. Want je kan daar zitten en het beleid uitschrijven voor de mensen die dat moeten uitvoeren. Maar ondertussen zie je waar we zitten. Want als mevrouw Fungawing die 35 crash- en peuterscholen niet had geholpen. Om het als zodanig toch nog geïmplementeerd en goed uitgevoerd. Tot zover het kan. Hè, dan krijg je nu die veld, die intelligenten die daar bovenaan zitten. Die voor ons schrijven. Wij moeten het uitvoeren. Maar die manco's, ik weet waar de schoen knelt, omdat ik het werk. Eigenlijk, bottoms. Ja. U krijgt dit van mij. Ja, iemand zegt, mevrouw Gloria, goed programma. Gaat u door met deze soort programma's? Dankjewel. Volk van Suriname moet bewust worden gemaakt. Sharda vraagt, zou het graag willen zien als Cedric dit gaat bespreken. DNA is altijd live te volgen, Sharda. Sharda. Op DNA TV kun je het live volgen en dat kun je heel goed zien. Want ze zegt, ik wil het graag zien wanneer jij dinsdag bezig bent. Nou, net zoals je zei, alle openbare vergaderingen zijn openbaar en die worden op tv vertoond. Dus ja. Het is niet een huishoudelijk ding waar we vooral in kleine kamers gaan praten. En dit is, ik bedank alvast mevrouw Lucia. Voor... mijn huiswerk, om het zo te zeggen, want ze heeft het in principe helemaal uitgespit. En het is belangrijk dat we die grassroots van het ding kennen. Die anitigriti thing. Want desondanks haar opleiding is ze niet aan de bovenkant blijven zitten. Nee. Maar gewoon belangrijk. Anders weet je niet wat er speelt om het op te lossen. En ik ga er gevoeglijk vanuit dat die minister misschien niet weet. Toch? Ja. Dat kan het niet weten. Want hij heeft niet die expertise. En hij is misschien ook niet aan dat level gegaan, ground level, om te weten wat er speelt. En hiermee is het dus makkelijk voor de minister om te weten wat er gedaan moet worden. Maar ook voor mijn collega DNA-leden. Dat we dit samen kunnen doornemen. Van kijk, hoe is het als we dit goed gaan implementeren en veranderen in die wet? Want ik heb ook daarom gezegd, moet er aanscherping komen voor wetgeving. Ja, dat was jouw vraag. En dat is belangrijk. Omdat, weet je waarom? Wat je misschien 10 jaar terug goedgekeurd hebt, in een veranderende wereld, dynamiek, maakt dat je gaat moeten aanpassen. Want weet je dat we tot nu toe geen wetgeving op computer hebben? Ja. Op cyberwetgeving. Het ontbreekt aan een heleboel. Toch? Dus als we praten over vastheid in geschriften. Volgens die wet moet het nog op papier zijn. Bepaalde dingen zijn nu al een beetje gewijzigd, veranderd. Maar voldoen we aan die laatste standaarden? Kijk, in het buitenland, het moment dat men met de app komt, gaat men direct kijken, wat voor mogelijkheden biedt die app voor Fromo? En dan moet men direct wetgeving aan gaan passen. Maar hier lopen we achter qua wetgeving. Oh, openbaarheid van bestuur, die wet. Is die al aangenomen? Nee, nog niet. Het is ter behandeling. Het is op de agenda geplaatst. En de agenda wordt bepaald door de voorzitter. En ik denk dat wij het spoedig wel op de agenda krijgen. Ik vind het een van de belangrijkste dingen. En het casino ook hoor, want de mensen die raken helemaal verslaafd. Buitenland hebben ze al programma's voor mensen die verslaafd zijn, die er niet van kunnen afstappen dat ze verslaafd kinderen worden. Want ik ga u vertellen, ik werk met een dame. Ze heeft nu een kinderdagverblijf. Ze heeft toen gewerkt, ze heeft zich opgegreed. Ze heeft gewerkt bij een studiebed. En bleek dat de moeders met de kinderen in de auto kwamen aan de achterkant. Ja. En die lieten ze de kinderen in die auto ruits gezakt. En die moeders gingen lekker. En dan brachten ze KFC of zo voor de kinderen. En dan gingen ze weer daar zitten. En als zij aan het werk kwam en ze verdreef die moeder vandaar. Want ze vraagt, hoe lang is dit vrouw hier met die kinderen aan? Dan gaat die mevrouw weg naar de andere casino en ze belt. Hé, die vrouw moet je niet toelaten. Want ze hebben die kinderen in de hele tijd in die auto gelaten. Kunnen zich voorstellen dat gisteren een jonge Surinamer het leven heeft gelaten? Vanwege Suribet. 150 SD. Ik zou zeggen Suribet, wegens een gokverslaving waarbij er geld geleend was. 150 SRD. Heel triest. Ai, en het geld teruggevraagd werd met het noodlottig gevolg. Dus wanneer we in DNA hier gesproken hebben over gokverslaving en aanpak daarvan. Goede programma's. Toch is er, ik zou zeggen door hemdzak, broekzak gevoel dat ik krijg dat mensen er belangen bij hebben, dat er gewoon niet wordt opgetreden. Dat is het ook gewoon. En de volgende keer ga ik je nog uitnodigen voor heel andere zaken te praten. Maar ik ben blij. Mag ik jouw mening weten? Wat vond je ervan? Misschien een beetje rommelig hier en daar.
Maar wat vond je ervan? Zeg je van, oké, okay, hier kan ik wat mee. Het was, ben je nog nee, een keer, was, kom je nog een keer langs? Nee, kijk, ik ben, wat dat betreft, ik ben er altijd als het gaat om dit soort onderwerpen. Niet alleen kinderen, maar dingen die de gemeenschap raken. Omdat, dat is mijn werk. Dingen die de gemeenschap raken, moeten daar qua beleid worden aangedragen aan de minister. Van, hoe is uw beleid hierop? En ook als er wetgeving ontbreekt, dan moet dat gebeuren. Daarom heb ik die vraag voorzichtig gesteld. Ik ben heel ingenomen dat ik het genoegen heb gehad om met deze goede mevrouw te mogen zitten. Ze heeft een moeilijke familienaam, verraad ik het niet zo uitspreek. Maar het doet veel. Het doet mij veel dat mensen die ter zake deskundig zijn, niet gewoon thuis zitten en klagen of op Facebook klagen, maar ook de initiatieven nemen. En waar ze die aansturing kunnen geven, dat waardeer ik ten zeerste. En dat ze het allemaal op papier heeft gezet van, kijk, dit is mijn bijdrage. En als het nu niet verder gaat, dan heeft het dan niet aan mij gelegen, omdat zij alles gedaan heeft wat ze heeft moeten doen. Ja. En dat is wat we meer moeten hebben. We moeten een assertievere samenleving hebben. Toch, ik heb laatst gesproken over het beleid van het resocialisatiebeleid. Toen schrok ik, toen iemand me een mail stuurde van meneer Van Samson, ik heb u gemaild, check het even. En die man had ook alles in place, wat er zou moeten gebeuren voor resocialisatie. Dus zo zie je dat er vraagstukken zijn waarmee we zitten als gemeenschap. Maar ter zake deskundigen hebben het werk wel gedaan. Soms ontbreekt de politieke wil om dat door te drukken. Omdat simpelweg het behoud van een bepaald systeem is net als wanneer men een berm wil blijven maaien, dan gaat men het nooit betegelen. Omdat die mensen het maaicontract moeten blijven krijgen. Maar als je het betegelt, dan ben je er één keer vanaf. Ja. En daar zie je dat we die mentaliteit, en dan kom ik terug op wat meneer Dundas heeft gezegd, we die mentaliteit moeten veranderen. We moeten niet willen dralen in wat we altijd doen, maar gewoon durven van te breken met oude tradities. En wanneer je wil breken met oude tradities, dan stuit je op verzet van helemaal de mensen die de gevestigde orde al gewend zijn. Ja. En dan houd je wat men je gaat zeggen, ja, laat die mevrouw een lichaam der mond. Weet je hoeveel jaren we het al zo doen? Klopt. Maar wie zegt aan mij? Ja, wie zegt aan mij dat wat jij daar doet goed is? Want niet omdat je iets jaren doet, klopt, doe je het goed. Ja. Misschien doe je het jaren fout. En daarom dat men vaak ook schreeuwt, ja, ervaren mensen worden uit functies gehaald. Wie zegt me dat je ervaren bent? Je zit al jaren daar en het gaat al jaren fout. Je hebt ervaring in hoe het niet moet. En daarom zeg ik ook, meegeven aan jou als jonge parlementariër, aan het eind van de rit, wat voor legacy heb je achtergelaten? Precies. Waar heb je een bijdrage aan geleverd? Precies. En er zijn collega's van jou die er weet ik veel hoeveel jaren zitten. Wat is hun legacy? Wat laat je achter? En daarom, mevrouw Gloria, heb ik gezegd, ik hoef geen derde of vierde of tweede termijn. Als ik in mijn eerste termijn niets van wezenlijke bijdrage heb kunnen veranderen. Van dit heb ik. En daarom, u mag het weten, storm om artikel 28a. Want alle DNA-lieden, al mijn collega's die tegen dat artikel willen vechten, we gaan die oorlog daar hebben. Omdat het daar begint. Onze mentaliteit, winti wai, lanti pai. Als het niet verandert, gaan we niets anders kunnen aanpakken. Dan mogen we alle mooie programma's maken, mogen we alle wetgeving hebben. En het moment dat in die uitvoering komt, dan zit meneer X thuis en mevrouw A thuis en ze krijgt er geld. En dan gaan mevrouw Z en mevrouw K moeten werken. Echt niet, die gaan het niet doen. En wat zij hetzelfde bedrag krijgen eind van de maand, terwijl die anderen thuis liggen, is het demotiverend. Dus dan moeten we het ding aanpakken. En we moeten target stellen. En je kan alleen target stellen wanneer je mensen hebt die komen werken. Dus Surinamers moeten goed begrijpen. Ik zeg het vandaag hier. Die mentaliteitsombuiging waarover meneer Dundas net sprak, het begint met wat wij weten van Suriname. Winti wai lanti pai. If we nog maar kinky asandati, kunnen we alles gedag zeggen, want dan mogen we alle mooie beleidsprogramma's maken. Ik hoor mensen zelf zeggen, ja, we moeten geld gaan halen in de goudsector, waar mensen keihard werken om spookambtenaren te komen betalen. Nee, laten we meer eisen stellen aan ons bestuurlijke, laten we die uitvoering beter laten zijn, want daarom zegt mijn collega ook, politici gaan de verkiezingen in, maar ambtenaren draaien het land. Dan kan het nooit zo zijn dat ambtenaren het land draaien met de winti wai lanti pai mentaliteit. Dankjewel voor deze wijze woorden. Ik ga je volgen dinsdag, ik ben erbij. Ik ging als 9-jarige altijd mee naar statenvergaderingen. Oh. Binnen gaan staten. Dus, volgens mij gaan ze je dinsdag buiten laten zitten. Hey, soms had ik bij één keer hebben ze me bijna buiten gezet. Ze komen, mevrouw, wil u stil zijn? Ik zei, oh, je mag niet praten. Nee, ben ik wel bemoeid. Ik snap het meer dan wat dag. Ik wil het moeilijk. Dankjewel nogmaals voor je tijd van 2 uren. We hebben zitten praten. Ik denk dat we dit vaker moeten doen. Ja. We moeten niet blijven. Dat gebeurt ook vaak in Suriname. We praten over iets. Iedereen is verantwoordelijk en we vergeten het. Nee. Daarom heb ik direct in het parlement die vragen gesteld. En ik ben u ook dankbaar. En
laat me die mevrouw de naam goed uitspreken. Lucia Fuahung. Fung. Toch, yes. Ja, na, Jema Keri. Nou, gim Jema Keri. Fung Awing. Ook van het diepste van mijn hart haar bedanken. Niet gewoon voor haar optreden hier alleen. Maar dat ze niet bij de pakken is blijven neerzitten toen ze weggepest echt is. Niet. Want veel vrouwen, ik zeg vooral vrouwen, worden weggepest wanneer ze ergens komen en hun werk willen doen. Ja. Want dan hoor je, je bent handje de voorsteed, like, naar je pa'aba ministerie. Dat is naar een pa'aba werkelijk. Ja, nee, maar goed. Als je diepgang in je, als je werk hebt, want ik werkte als hoofd van een crash. Daar ben ik ook weggejaagd, letterlijk en figuurlijk. Maar als ik zie dat je 2-3 keer een attest brengt van verschillende artsen, dan ga ik daar een opmerking maken, ja. Zo, snap nee, goed. Ik heb diepgang in mijn werk en ik wil geen no-nonsense. Precies. En dan heb je zoiets van, ja, je bent zwanger, maar je kan niet werken. Maar waarom niet de dokter zegt... Ik bel die dochter, ik zeg, ik wil niets weten van de medische geschiedenis, maar wat mag ze wel doen? Ja, je moet weg, want je bent mijn dochter gaan bellen. Dus ik heb diep aan die kinderen moeten eten, die kinderen, jij zit in de keuken. Precies. Dus je bent zwangerschap betekent. Dus wanneer je werkt en je hebt aandacht en diepgang voor je werk en je doet het werk omdat je weet van, hey, je moet een toko draaien, niet zomaar een toko, dan wordt het lastig als je echt op de zaken gaat zitten dat het werk gaat draaien. Want ze zijn dat niet gewend. Ik kom aan het werk en er staat een tafeltje daar met zuurgoed dat wordt verkocht. Ik zeg maar, hoe ga... Ja, mevrouw Fingawin, als ik een keer en ik maar zeg, ik maar dat van je combineren, dan heb ik dat collega, ja, je moet weg. Dus al dat soort dingen heeft mij weggejaagd. Goed. Maar... Wacht even, ik wil dit even afronden. Zo maar een lening, Jamina Balening. Hoe is de lening van dat ding? Mentaliteit, man. Oké, ga je gang. Ja, nee. Wat ik wilde zeggen, ik wil afronden natuurlijk, want ik denk dat we naar de afrondende fase gaan. Ik wil ook meneer Cedric echt heel erg complimenteren dat u bent geweest. Want kijk, er zijn zoveel mensen die praten. Ik heb nooit gepraat. Ik heb gewerkt en stilzwijgend heb ik echt... I move mountain. Voor dit werk, met heel veel wat ik heb bereikt, ik heb nooit een barbarie gemaakt. Al die mensen met mij werken, die weten. Ik heb aan de staking, de laatste staking, meegedaan. Ik was in Nederland. Ik heb al die mensen verstammeld om daar te staan met spanborden van nu willen we wel gehoord worden. De mensen zijn geweest. En natuurlijk zijn ze weggerend uiteindelijk. Want dit is Masjafaya. Maar het gaat bij mij erom, we worden niet gehoord. Dus het is fijn dat hij is gekomen. Ik wil even afronden. Kijk, er is een mevrouw heeft me vanochtend gebeld. Ze zegt, mevrouw Fingawin, ik doe mijn werk correct hoor. Soms maken de ouders een hele poha van als een kindje een beet heeft of als een kindje gevallen is. Maar ik heb mijn werk correct gedaan. Niet alleen zij, heel wat crèches die doen hun werk. Maar trainingen ontbreken haar bijvoorbeeld bij gedrag bij kinderen. Waarom bijt een kindje van twee? Maar als de ouders niet geïnformeerd zijn, worden ze boos. En op een gegeven moment is de crashhouder helemaal paniek. En uit paniekerigheid en je weet eigenlijk niet hoe je het moet brengen, het slecht nieuwsgesprek, ga je juist rare dingen doen. Waardoor de ouders helemaal overstuurd raken. Kijk, en als laatst is bij mevrouw Tana gebeurd. Haar crash, zij is een opleider. En toch worden er kind 3 of 4 keer gebeten. Maar Lucia, ik ga je toch... Nee, ik ga toch moeten stoppen. Sorry. Dit gaan we een ander keertje spreken. Dat andere wat inderdaad die crashlezers aangeven. Er is ook andere dingen. Er zijn goede dingen die er gebeuren. En er zijn ook dingen van ouders. Dus en ze willen dat ook aangekaart hebben. En dat moeten we een andere keer gaan we daarover praten. Okay. Ik wil en nogmaals Cedric bedanken. Ik weet dat Cedric ook altijd open staat. Is ook toegankelijk. Ik kan hem altijd... appen. Hij heeft me alleen maar niet aan als afspraak gehouden voor Mick Nicoluca. Hij droeg van niks. Maar goed. Maar erg wel, dankjewel. Ik heb mensen zeggen complimenten, meneer Cedric. Go for it. Ik verwacht ook heel veel van je aanstaande dinsdag. Hallo, kunnen we even bij de belles blijven? Ja. Nee, we praten niet. Ja, ik verwacht heel veel van hem. Maar je moet Archie. Ik verwacht heel veel van hem aanstaande dinsdag. En ik verwacht ook heel veel van de minister, de verantwoordelijke, dat we met oplossingen komen en concrete zaken. Want, nogmaals, het gaat om Suriname. Ik blijf het zeggen, die mentaliteitsbeuging, ik blijf erop hameren. Er is een andere manier, travas de, om... jullie zijn niet bij de les. Nee, we hebben gezegd dat we de DNA-leden moeten ook hiervan op de hoogte gehouden worden. Nee, dat minuut dat. Ik zei. Polo, Mona, Frida. Lekker weekend. Nogmaals, heel veel complimenten ook voor jou.
dat je geweest bent ook. En ik denk dat we dat vaker moeten doen, Cedric. Wat denk je? Zeker weten, zeker weten. Het is informatief naar het volk toe en het draagt bij tot die mentaliteitsombuiging. Want wanneer mensen begrijpen, gaan ze assertiever worden en meer verwachten van hun uitvoerders. In plaats van, als je die informatie niet hebt, dan ga je misschien genoegen nemen met een chipoti mentaliteit. Maar wanneer je goed geïnformeerd bent, dan ga je meer verwachten. En dat is goed. Daarom zeg ik werkelijk, trafas de. Zuiver. En wij als media, vind ik ook, blijf ik zeggen, hebben ook een morele verantwoordelijkheid. Yes, ik heb zero tolerance beleid wanneer mensen gaan schelden. Wat ze ook zeggen, ik wil gaan op de inhoud. En niet op de man of de vrouw spelen. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid om die juiste informatie te brengen. En ik praat natuurlijk met emoties. Ik ben vrouw. Nee, ik ben mens. Mannen hebben ook emoties. Ja, toch? Jullie denken dat jullie alleen boos worden. Ik was bij ABC en ik werd boos op iets wat iemand zei. Iemand denkt me. Ik zeg nee, is normaal. Als je iets zegt dat niet strook met de realiteit en je blijft erin persisteren, is het normaal. Emoties, niet alleen vrouwen hebben recht om emotioneel te zijn. Hoor. Mannen mogen ook emotioneel zijn. Goed zo, vriend. Ja, dus ik ben naar emoties omdat, en dit ding raakt me. Ik hou van Suriname. Niemand betaalt mij voor wat ik doe, maar ik loop me konderen. En Samika ondersteun je, is dat wat bijbelverhaal voor Mozes hebben horen tiki. Mozes anu besakada, zo abi toemang voor open anu. Maar niemand dit raakt voor open jou anu. Niemand raakt voor ondersteun. Nou een positie minnesuko, Miwa ondersteun omdat mi loop mi kondre. Ja, dus ik ben er ondersteunen en ik kan karmere die moest of via PM in maakt niet uit, gaat om Suriname. Daar moet ook vanaf politieke kleur denken. Miwa, dus dan, Jezus. Oké, nogmaals mijn gasten, bedankt voor jullie komst naar de studio. En ik ga een leuke pokoe draaien, Cedric. Als je den woorden, die zijn wel mooie pokoes dan altijd wie het draait. Even kijken, paarden. Ja, Archa Pocodici. Ik wens u allemaal een fijn weekend en ik ben er straks weer terug met het eten dat gedeeld wordt in de mandir, in de moskee en in de kerk. Ciao, ciao!